knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mambo. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. Connected. User entered your channel. Double clear. Both gone. Yo jongens, goedenavond, middag, avond, morgens, weet ik veel. Ja, welkom. We zijn even aan het inladen. We zijn op Zevenbeek aangekomen. En ja, ik heb eigenlijk geen idee waar ik sta. Oh, ik sta in de... Ik sta in de AMB. Ja. Oh, volgens mij stond er wat. User joined your channel. User joined your channel. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Goed hoor. Ja, goed nachtje gehad. Huh? Heb je een goed nachtje gehad? Hoe is het? Half elf. Half elf? Gisteren? Vandaag tot half elf. Oh, zo bedoel je. Lekker hoor. Ik ga even een autootje pakken en mijn spulletje en dan... Ja, Sjors is ook al aan het rijden. Oh, lekker, lekker. Nou, super. Ja. Gezellig. Ja, het is rustig, dus. Nou ja, dat is altijd goed, toch? Hier, alsjeblieft. User left your channel. We pakken even een voertuigje erbij. We gaan vandaag voor voertuigtrailer. Boottrailer. Nou, we gaan lekker voor het voor een. Ja, we gaan voor de Vito. Ja. Waarom? Geen idee. Maar we gaan ervoor. Eens eventjes zien. We rijden even met deze auto naar binnen. Want ik moet natuurlijk wel even mijn spulletjes meenemen. Want anders dan gaat het niet goed. Niet helemaal zoals het moet. Zo. Eens even kijken hoor. Oh ja, dan moet ik natuurlijk wel even mijn clipje open doen, anders dan heeft het nog geen zin. De bediening en ik denk deze. Oh nee, dat is de verkeerde. Ik weet niet welke deur dat is, joh. Dat is deze kant dan. Kijk, lekker hoor. Kofferklepje ook even open, want ja. Oh. Ik moet natuurlijk wel spullen erin gooien, anders dan komt het nog niet goed. Oké, top. Nou, we hebben het een en ander eventjes, nou ja, nog niet in het voertuig gedaan, maar dat gaan we nu wel doen. Oh, ja, zo kan het ook. Waarom doet hij niet wat ik wil? Ja, goed zo. Nou, dan gooi je even vijf van deze in de auto. Die gooi je in de auto. Deze, die Jerrycan, gooi je 4500 gooi je erin. En voor de rest heb ik vijf reservewieltjes. Ja, want ja, je weet me nooit natuurlijk. Voor hetzelfde geld gaat er een wieltje stuk. Ja, die zit in het voertuig. We gaan even lekker een rondje rijden. Deurtje moet ik even dicht doen nog. Die zat hier al, hè. Ja, deur is dicht. Nou, top. We kunnen er vandoor.
Yo, fijne dienst. Van een week stond er hier al iemand voor de deur. Deed die deur open, werd ik meteen overvallen, jongen. Dat is toch ook weer. User joined your channel. Oh, jawel, jawel. Wacht maar even. Zo. Lijpe harde, jongen. Eens even kijken of we nog meldingen kunnen krijgen. AMB rijdt in ieder geval in de stad rond. Ik moet me eigenlijk wel eventjes aanmelden. Op mijn radio heb ik nu in de gaten. Hey, super tof dat je... Ja, je bent een nieuwe vriendje, hoor, erbij. Leuk. Gezellig. Maar ik ben even meteen uit mijn apropos vandaan. Moment. Hier is 17 voor alle collega's. Ja, dat zijn er niet te veel. Nou, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Nou, ik ben van de partij. Nou, vreselijk gezellig. Welkom. Ja, waar rijdt u ongeveer? Ik ga nu richting de occasion dealer. Daar is één meldingje. Dus voor de rest heel rustig vanmiddag. Dus rustig aan. Nou, helemaal super. We komen elkaar zo meteen wel even tegen. Helemaal goed. Nou, in ieder geval, ja, dat is dus mijn collega. We gaan eens eventjes kijken. Nou, sommigen hebben echt een stem altijd, zeg maar, die ja, herkenbaar is. Ik heb dat met een bepaalde lach en hoe ik ben en hoe ik doe. Het is rustig. Ik weet niet hoeveel man zat er in de stad. 47 man. Nou, we gaan even richting occasion. Daar heb ik gisteren wel even gezeik gehad. Want er was dus een huiszoeking of zo. Er schijnt een huis te zitten daar. Wow, appootje. Nou, de 13 blijft nog wel lekker op de HB. We komen zometeen wel even een bakkie doen bij de 13. Zometeen even een lekker bakje koffie doen. Even kijken, we gaan even wat iets versnellen, want anders een. Goedemiddag, 18 is in dienst. Goedemiddag. Hey, goedemiddag 18. Goedemiddag. Hoi hoi. Mijn vriend. Meneer Kuiper. Is Harry aanwezig? Harry is de 17, dus ja, ik ben er. Kan jij even naar HQ komen zo? Ik kom zo jouw kant op. Ik ben even Jos aan het helpen. Dank u. User joined your channel. Ja, exact. Ja, dit is de echte merk Mini, hè? Ja. Klopt. En een goedemiddag, collega. Hey, goedemiddag. Misschien kan je collega mijn Supra wel even maken. Nou, ik moet even grans staan voor de veiligheid hier, want het is een beetje link aan het worden. Het is hier dan een beetje druk. Wat ben je allemaal aan het doen, Hans? Voor alle eenheden, is er een mogelijkheid om je voertuig op slot te doen? Zeker, via de F1-spier. Maar niet je werkvoertuig. Jawel, in je voertuig zitten en dan moet je ook een oude sleutel halen bij de car dealer. Bij de occasion of bij de car dealer? De car dealer, dat is 25 euro. Ik kan bij allebei. De occasion dealer heeft ook wel een sleutel als het nodig is. Alex. Die zijn allemaal van ons. Nee. Alex! Nee. Heb jij een sleutel voor mij? Voor wat? Voor een. Ik wil mijn werkbusje op slot kunnen doen. Er is. Moet je bij de car dealer? Ja, moet je nu bij de car dealer zijn. We zijn nu in de stad.
Nou, ik heb net vernomen dat het hier ook was. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga de Rijksvoorraad. Nee, dat is alleen bij een aankoop of als er geen car dealer is. Oké, is goed. Nee, die is er niet. Nee, ja. Sorry. Nee, die is er wel. Yo, Tuintje, Pikkie. Ik ga gewoon een plantje uit, sleuteltjes, ballijn dan. Hey Mark, super tof man. Wie is Mark nou weer? Ik ken Mark niet. Maar in ieder geval wel super tof dat je, ja, bij het clubje hoort, jongen. Ik heb iets anders uit mijn zak en dat is geen zaklamp, dan kijk je wel zeker. Ah, godverdomme. Ik heb gisteren een zaklamp van Alex gehad. Man, dat ding stonk gek. Oh ja, van Wilma was dat, ja. Nou, je wil ook niet weten wat die heeft gezeten. Oh, die van Wilma heb ik ook al een keer in mijn handen gehad, maar die heb ik heel snel weer teruggegeven. Kutmuziek. Oh god, dat is hij weer. User joined your channel. Hey, Tuijn. Dat is hij weer. Volgens mij is dat... Collega. Ja, wie is dat? Volgens mij is dat... Russel. Wie? Russel. Heb jij heel stiekem... Wie? Ik? Ja, ik wist het. Collega. Nee, die in de auto. Ja, zeg het eens. Heb jij heel stiekem nog een groot kitje in je broekzak zitten, of niet? Nou, niet in mijn broekzak, maar wel in mijn auto. Oh, ja, mag ik er eentje overnemen? Ja, tuurlijk. Ik word totaal uitverkocht. Ik heb... nou, loop maar even mee. Wat een weertje, zo. Ja, lekker hoor. Ja, het zonnetje schijnt. En dan heb je nog met het lange tenue ook. Ja, die andere die zat in de wasmachine, joh. Oh. Ik weet je wat ik doe? Ik doe even het deurtje open aan de zijkant. Dan, Oh ja. Oh, dat is verkeerde dingetje. Bediening en dan... Pas op hoor, levensgevaarlijk hier. Ja, dat is het deurtje. User left your channel. Nou, ja, ze liggen als het goed is achter dat kastje daar. Ah ja, ik zie het. Op zijn broekzak is het vol. Oh. Ja, nou, dat was dus ook voor mij een reden dat ik denk, weet je, ik gooi het gewoon in de bus. Hey, geen zootje van maken nou, hè? Nee. Ik heb even mijn even erbij gelegd. Nou, kon ik in ieder geval weer even wat paar pakken. Ja, oké. Okay. Ik haal het echt wel uit. Ja. Ik heb er eentje van je afgenomen. Spijt me. Ah. Ja, maar... Goedemiddag. Hey jongen, goedemiddag. Wat doet u met mijn busje, meneer? Oh. Nee, dat ging iets niet goed. Sorry, Wilma, dat was niet de bedoeling, maar het, ja. Het is nog beter. Het vloept er zo uit. Ja, het is... Nou, valt van mee. Ik maak me wel eens druk, maar... ja. Nee, gaat goed, joh. Eens even kijken. Vermaak je nog een beetje? Ja, zeker. Ja, wat ben je aan doen? Ben je nieuw of oud? Of? Ja, ik ben nieuw. En ik was eigenlijk op zoek naar het UWV, maar dat heb ik net te horen gekregen waar dat zat. Oh, oké. Ben je al bij de gemeente geweest? Het gemeentehuis? Ja. Ja, daar was ik net eens kijken, maar ik kon die balie niet vinden. Ja, dan moet je voor de. Als je naar binnen loopt, volgens mij rechtdoor en dan links aanhouden. Dan zie je vanzelf twee van die afdrukjes op de vloer. Ja, ze hadden het over bij de ene balie kon je identiteit en rijwijs en dan daar rechts van kon je je baan. Ja, correct. Ja. Maar wel denk om die anderhalve meter, hè, want bij het gemeentehuis hameren ze daar echt op. Ja. Ik zal erop letten. Nou ja, je wordt er ook op geattendeerd hoor, er staat overal staande dingen op de vloer. Hey, ik ga even bij mijn collega kijken. Ik moet alleen nog even kijken hoe ze hoek te zien te komen. Ik heb alleen geen auto nog. Oh, jij bent gewoon een beetje aan het hameren of je met mij mee kan rijden. Nou, ik ga even aan mijn collega vragen en dan kun je met me mee, ja? Moment. Ja, is goed. Hier 17 voor 18. Ja. Ik kom richting HQ, maar ik zet even iemand af bij het gemeentehuis. Gezellig, zet koffie voor je klaar. Het zal wel weer. Ja.
lijkt er wel bijna op inderdaad. Collega? Kijk, alles heb ik erop geteld, komt uit op 320 euro. Yes, geef hem maar. Hij is, als het goed is, verzinnen. Yes, ik heb hem minder. Oh, kom maar. Eens even kijken hoor. User joined your channel. Stap maar in hoor. Okay. Vergeet hier niet uw deur dicht te doen. Kan. Nee, dan kom ik zo meteen op mijn volgende klusje hier en is mijn hele bus leeg. Ja, dat lijkt me niet een goed plan. We gaan gewoon hier overheen. Ik heb geen kwaad. 18 is onderweg naar laatste melding. Alsjeblieft. Collega! Omdat je zo goed je best doet. En al 3 keer voor mijn bus gekomen. Collega! Ja, voor de auto's. Ja, ja. Heb je niks meer nodig? Want ik ga richting HQ. Ja, ik ga ook die kant op zo, dus nee, helemaal goed zo. Ja, helemaal super jongen. Yo, hoi hoi. Ja, fijne middag nog. Goed, heb je een gordel om? Ja, zeker. Altijd. Hey, en uit welke stad kom je? Vijfhuizen. Oké. Maar verhuisd, niet leuk. Nou ja, ik zocht dus wat anders. Oké. Hoe lang heb je daar gezeten? Een jaartje. 05 gaat terug naar HB, meld in ieder geval. Ik ben op ontdekking, zeg maar. Oké. Maar, oké. Je bent op ontdekking, maar Melding 763, is die al reeds opgepakt of niet? En dan doe je er een jaar over. Ja, volgens mij. Zeker. Ja, meer zo van waar is een goed plekje om echt te blijven. Ja, ik vind dit, het bevalt mij hier al meer dan prima in deze stad. Ja, dat ga ik vanzelf zien. Ja, en wat is je naam? Pietje Trekhaak. Helemaal goed. Nou, ik heb al een trekhaak, dus oh. Nou, top jongen, hier is het. Hey, heel erg bedankt. Ja, alsjeblieft, rustig aan. Loop gewoon even een beetje rond en dan komt het goed. Fijne dag nog verder. Jo, dankjewel. Hoi hoi. Andere kant, hè? Daar moet je naar binnen, ja. Oh, ik had weer even een binnenpreek. Ging er nog iemand naar de laatste melding? Daar is de 18 naartoe. Er is gewoon daarna nog een melding gekomen. Oh, die heb ik niet voorbij zien komen, maar kunnen we wel afheen. Ik denk dat Jos al onderweg is. Wilma! Sorry! Wil je je zaklamp terug? Nee, hij vloept er zo uit. Ja, ja. Ja, niet die zaklamp, maar de woordjes. Oh, oh, oh. Maar dat zijn metavitamintjes, hè? Dat mag niet. Nee, ja. Was de laatste melding al opgepakt? Zullen we er even met z'n tweeën naartoe? Ja, dat lijkt keigezellig. Maar dan stappen we in dit busje, want hier zit heel veel in. Ja, ja, geen probleem. Jij mag rijden trouwens. Oh, oh, jezus. Jezus, dat is wel heel veel meer. Ik zeg maar gewoon Sjors hoor. Dat is goed. Nee, eens even kijken. Sjors en Jimmy, nou, daar zitten we. Stel jij die navigatie eventjes in, dan
Ja, volgens mij had ik die al staan, maar ik wil nog wel even een keertje doen. User in your channel, ja, ik weet niet of deze inderdaad recent is. User joined your channel. Ja, deze nu wel. Top. Ja, een rustig dagje vandaag. Ja, ik heb volgens mij binnen 2 uur heb ik 3 meldingen gehad of zo. Oké. Okay. Echt heel rustig. Ja, dat is... Kun je ook geen boek naar huis schrijven? Nee, niet echt. Nou ja, nou ja ofwel natuurlijk, want het was heel rustig. Ja. Het blijft natuurlijk nog steeds betaald niks doen, dus waarom ook niet. Maar ja. je bent liever bezig. Absoluut waar. Even kijken, wie was je ook alweer? Ik ben Harry. Harry Dekker. Harry Dekker. Even kijken, wat is je nummertje? Op dit moment 142. User left your channel. De 17. 17, oké. Okay. De 17 en 05 gaan naar de 682. Ik zal het toegeven. Ja, ja, ja. Even kijken, je ziet de... Is je ook in de Discord-port getrouwd? Nee, hè? Negatief. Nee, oké. Het is een beetje dubbelop, denk ik dan. Ja, de Discord-port is puur visueel. Om te zien wie er in dienst zijn, zeg maar. Dan ga ik daar... als je even één tel hebt, dan... Rustig aan. Ik geef het gewoon heel eventjes subtiel aan, hè. Ja, het is hartstikke goed. Is er een berichtje gestuurd naar de desbetreffende melding? Nee, ik kan wel even bellen in de tussentijd. Oh, goeiedag. Ja, nee, dus spreek met George van de ABB. Ja. Nou, goeiedag, John. Ik zag een meldingje voor je van bij Gober. En we zijn met 2 man sterk ontzettend naar je onderweg. Dus u ziet ons binnen 600 meter. Is dat goed? Is onderweg naar Hartie. Nee, joh. Grepen. Nou, hij weet dus het eigenlijk ook. Nou, top, top. Ja, het is wel prettig, anders staat die jongen daar te wachten en hij pop weg, dus. Ja, exact. Maar goed, kijk, normaal gesproken, als ik een beetje in de buurt ben, dan ja, heb ik niet zoiets van dat ik meldingen ga sturen, want dan ben ik eerder dan dat ik die melding heb. Ja, eens. Kijk, daar staan ze. Harry, ben je op accu? Negatief, ik ben de laatste melding met Sjors. Hey, is het. Ja, staan we langs de weg, gisteren gekocht. Nu al. Meen je niet? Ja. Nu alweer, jeetje. Nou, ik reed net op de snelweg. En ja. Die gozer hier met die Mercedes, die gaf mij een klein tikje achterop. Toen knalde ik tegen een auto aan. Ja. Op een gegeven moment allemaal rode lampjes op het dashboard. Ik weet niet wat dat allemaal betekent, ik denk dat je er even naar kijken. Ik ga er even naar kijken voor je. Maar verder ben je zelf wel ongedeeld gelegen? Ja, zeker weten. Ongelukkig. Ja. Nou, dat is goedemiddag. Van de wagen, joh. Er gaat niks gebeuren. Ja, nee, dat kan ik ook geloven, maar toch, ongelukje zit in mijn hoekje. Nee, maar zijn jullie bekenden van elkaar? Of komt de politie bij? Of? Nee, politie. Nee, de een hebt de ander geraakt, toch? Oh, nee, joh. Nee, we zijn goede vrienden van elkaar. Ah, oké. Nou, dan is dat in ieder geval goed. Nee, we waren samen even aan het toeren. Even kijken, hoor. Kijken welke sneller was. Oh, op die fiets. Ja. En, wie heb je gewonnen? Ja, we hebben het nog niet eens kunnen testen. We hebben de plek nog niet gehaald. Trouwens, we kunnen lekker naar Kajelon, daar staat mijn X6 nog kapot. Nou, we gaan eens even kijken of we samen wat kunnen betekenen. En, snap je er wat van, al die rode lampjes? Ja, ik heb inderdaad wel wat, ik zag inderdaad de lampjes op het dashboard inderdaad. Nou ja, eentje gaf aan dat je koolvloeistof nagenoeg bijna leeg was. User joined your channel. Zou een grote kans hebben, ja, ik moet nog heel eventjes controleren natuurlijk. Je zou denken dat je hem koopt met koelvloeistof erin. Nou, dat zat er waarschijnlijk al in. Maar goed, je hebt natuurlijk zo hier en daar. User left your channel. Ik mag het er natuurlijk niet van uitgaan, maar ik heb zo'n vermoeden dat je koolstofvloeistof of het leidingje gesprongen is. Dus vandaar dat de sensor ook niks meer in de ring ziet zitten, zeg maar. Nee, precies. Ja, kun je nog wat vinden, collega?
Nou, ik ben hem even inderdaad aan het uitlezen en ik zal die melding meteen wissen. En op het moment dat we hem zo meteen bijvullen, dan komt die melding niet meteen terug. Helemaal goed, helemaal goed. Even kijken. Ik zal even kijken of ik gelijk had met het proefsysteem. Ja hoor, daar gaat hij al. Ja. Hm. Ja, nee, die zit inderdaad geen koolvloeistof meer in. Dus die informatie klopt inderdaad. User joined your channel. Heb je verder nog wat gezien? Momentje hoor. Ja, hoe is het bedoeling? Pak ik alvast wat gereedschap hier erbij. Oh, jee. Nee, ik heb de meldingjes gewist, dus User joined your channel. Maar u hebt hem gisteren gekocht? Ja man. Ja, er stond ook nog een van een labdasonder stond er een melding in, maar mocht de auto nou nog problemen geven, dan moeten we hem even opnieuw uitlezen. Ah, okay. Sowieso zijn alle meldingen eruit, dus alles wat er nu in komt is ook echt recent. Top. Nou, dan weet ik in ieder geval dat ik zo direct met de gerust werd weggereden. Nou, zo is dat. Nou, wel blit bakkie, hè? Ja, zeker weten, ik ben er erg blij mee. Net de bolide hoor, ja. Ja, mooi zwart is niet lelijk. Heren van de AWB, kunnen we daar nog even naar de car dealer, want daar zit ook nog een X6M met kapotte motorblok. U moet eventjes een meldingje maken. User joined your channel. Ah, oké, is goed. Ja, dat is voor ons... Als het rustig is, kunnen we er wel even naartoe hoor. Dat is ja, is voor onze registratie, hè? Ja, ook dat inderdaad, ja. Maar dan melden we gelijk dat we het oppakken, dus dat is heel goed. En voor de rest ziet het er vrij rustig uit. Even kijken. Ik denk dat we wel tijd voor hebben. Ja. In ieder geval wel geconstateerd dat inderdaad het koolvloeistofje echt totaal op is. Op de pop. Ja, ik wou net zeggen, heb je je steeksleutel gepakt? Ja, ik check nog heel even een klein dingetje na hier zo in de zijkant. Ja, het is dat wel, staat er ook nog een klein deukje op de achterbumper wat ik net zag? Oh, eens even kijken. Ja, je moet even goed kijken, want niet dat het donker is hoor, maar... Nee. Kijken. Dat is wel, volgens mij hier zo, Wel hè? Ja. Nou, als jij die er even wil uitvouwen, dan giet ik even die koffer erop dus. Even checken hoor. Geef maar een 125. No. Of nee, trouwens, ik heb er nog een. Volgens mij moet ik deze hebben. Dat zal ik zo meteen wel even vragen. Dat weet ik niet zeker. Eigenwijs ding. En anders is hij dubbel gemaakt bij deze. Het is net een vrouw, hè? Ja. Even checken. Oeh, dit is wel een vies deukje, hoor. Ja, die kun je er wel uithalen. Ja, maar hij was al... Precies was een rare vouw, joh. Wat zag hij? Ja, hij gaat de goede kant op. Zodra ik rij jij gewoon voorop, want jij gaat toch harder. Ja, hier nog even wat kloppen. Maar een beetje dat maar klaar. Ja, deze is wel goed gelukt. Ja. Ja, dit is weer weer een beetje een model. Ja. Zullen ze. Ja, hij is gewoon als nieuw, joh. Ah, extra footje. Extra footje is nooit verkeerd, natuurlijk. 13 en 31 pakken de laatste melding. Kijk. Even een klein doekje. Helemaal goed. Ja. Ja, zo ken ik hem weer. Een hele goede middag. Niet dat hij heel erg middag is. Goedemiddag. Toch even de vette vingers van ons eraf. Ja, precies. Dat scheelt weer open. Dit is weer kwaliteit, jongens. Ja, dus heel netjes. Collega, doe jij het factuurtje of print ik hem uit? Nee, print jij maar uit en dan... Ik moet hem wel even samenstellen, hoor. Ja, ik ga hem even samenstellen, 2 seconden. Kijk even met je mee, hoor. Kijk, hoor, we hebben dat...
dit is tablet. En dan hebben we ook nog tablet 2, geloof ik. Even kijken, nou ja, wat ik al zei, achter daar op de achterbumpertje zat een klein deukie. En in de, ja, wat ik al zei, natuurlijk het koolvloeistofje, dat was eruit gelopen, dus het slangje zit weer helemaal vast. Koolvloeistof zit er weer in, dus helemaal geen probleem. Even wat dingetjes zat, ja. Daarom heeft natuurlijk de bordcomputer weer eventjes nagekeken. User disconnected from your channel. Dus u zou er helemaal klaar voor moeten zijn. Top, man. Had u een abonnementje op deze bolide toevallig? Nee. Geen abonnementje? Oké, even kijken, dan wordt het dat. Het is niet dus, meldingen, documenten. Kijken, bij elkaar €480 voor u. Yes. Nee, als het goed is hij... Even kijken, even refreshen. Ja hoor, ik zie hem. Alsjeblieft. Ja, hij is betaald. Ik zie hem retour. Perfect. Hé, hey, dankjewel man. Helemaal graag gedaan. Ik zal nog even mijn kietje van je wegpakken voordat je... Oh ja, is goed. Ja. Ah, user left your channel. Ja, zo is het. Ah! Oei, oei, oei. Oh, wat doe je? Oh. Ik zat er al, ja. Oh, een beetje licht in mijn hoofd. Oh, nee. Gaat het? Ja, een beetje licht in mijn hoofd. Oh, weer. Die best. Ik zet even de dingen even neer. Die verzeert godverdomme ook niet. Ja, dat ziet er niet goed uit. Oh, ja. Oh. Ja, dat is wel. Koelvloeistofslangetje, denk ik. Ik heb een beetje. Ja. Heb je suiker toevallig? Nou, ja. Ik heb wel suiker nodig. Ja. Beetje druivensuiker. Heb ik dat bij me? Heb jij het in je bus liggen trouwens? Oh, jongen, dit verzeert godverdomme niet, ouwe. Nee, geeft het wel dat hij beter dat dat de oorzaak kan zijn. Ja, er lag nog wat in de dashboardje. Je geeft iets van suikerziekte op. Nee, zover ik weet ben ik niet bekend mee. Oké. Misschien is toch even misschien een idee dat u daarvoor gaat kijken, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat hij even neemt had. Ja, hier weer een suikertje in ieder geval. Even kijken. Ik pak even het suikertje aan, zou ik het even op het water mengen en dan kun je het opdrinken. Ja. Zo. Maar goed dat je zoveel paardrijden houdt, hè, dat je altijd suiker bij hebt. Zie je, alsjeblieft, jongen. Ja, dankjewel. Ik drink even voor jou ook. Wel het hele glas natuurlijk. Ik denk dat het je snel zou goed doen. Ah, zo, ja, dat is een stuk beter. Nou. Kijk. Ja, nou, je begint ook alweer een beetje kleur te krijgen. Ziet er God, ik schrok helemaal, joh. Ja, ik zou even naar het ziekenhuis. Your channel. Suikerziekte. Ja, ga jij maar rijden, collega, want anders dan... Ja, dat lijkt me wel strak plan, inderdaad. Ja, heren, sorry dat jullie dit even moesten meemaken, maar... Ja, geen probleem. It happens. Laten we het er toch over hebben. Ga ik gelijk eens over wat klein bammetje doen en wat drinken. Ja. Ah, hebben jullie verdiend, jongens. Hard gewerkt. Heb jij nog een voortje gehad? Nou, voortjes zijn niet verplicht, hè? Oh, nee. Voortje, nee, jullie verdienen wel een voortje. Wat is een van jullie nummertje? Ja, 142 is mijn schoenmaat. Ik ben het lopen liggen tegen de 60 aan, merk ik. Ja, ik heb weinig aan doen, jongen. Oh, wat lief, dankjewel. Kijk, ik heb niet meer op zak. Huh, ongeldig hoeveel, hè? Oh. Sorry, dan krijg jij een tientje minder. Nou, ja, dat is altijd goed. Joh. Alsjeblieft. Dankjewel, maat. Alsjeblieft, moet je dan ook nog wat eten hebben, te drinken? Nou, dat komt zo meteen wel even op. Ja, op, dat komt goed, inderdaad. Op de base. Ja. Nou, wij. Nou, heren, bedankt voor de moeite. Ja, is goed, jongens. Rustig aan, hè. Hey, rustig aan. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi. Ga even rustig zitten. Welke deur was het ook alweer? Dit is hij zit rechts onderin. Zal ik even kijken? Ja, kan jij hem ook dicht doen vanaf daar? Ja, oeh, ja, zo, bijna mijn hand ertussen. Oh! Zo, perfect. Ja, dat nou, is... Dan gaan we eens even een beetje naar het ziekenhuis rijden. Hè? Ja, ben benieuwd wat er kan zijn. Ja, dat
Hoop ik ook niks ernstigs. Nee, dat hoop ik ook niet. Godverdikkie. Ja, ik voel me wel een stuk beter als net, hoor. Ja, dit... blij dat je een beetje zo'n suikertje had in je desktop. User disconnected from your channel. Ja. Nou, dat hebben we ook weer meegemaakt, joh. Ja, nou ja, liever wil je het niet natuurlijk. Nee, absoluut. Nou hoop ik wel dat er iemand is bij het ziekenhuis die je even kan helpen natuurlijk. Nou, dat hoop ik potverdikkie ook, ja. Nou, anders schakelen we eventjes even iemand in. Nou, we zijn er bijna, gelukkig. Ja, gelukkig is niet ver weg. Ik heb ook wel zoiets van dat het een klein beetje prio heeft. De andere collega's zijn wel stil, hè? Ja, nou ja. Dan houdt de porto een beetje schoon, zeg maar. Zeker, zeker. Ja, het ziet er wel naar uit. Wat krijgen we nou dan? Ja. Dat is wel mysterieus. Oi, oi, oi. Ja, dat is heel paardje. Ja, goedenavond, heren. Goedendag. Nou, minder goede avond. Ja, minder goede avond. Ik ben voor mijn collega inderdaad. Hij viel net een beetje flauw. Nee, toch zeker? Ja, we moesten hem wel eventjes een klein beetje suiker toedienen. Ik kon niet wisten weer een beetje staan. Man. Ja. Dus zou we wel even willen nakijken voor de zekerheid? Ja, tuurlijk. Waar heeft u nog meer last van, meneer? Nou ja, werk is mooi, maar je moet hier wel werken, mijn vriend. Voor de rest heb ik niet echt last of zo, maar... Nou ja, ik zie wel wat schaaf onder zitten op uw... Ja, ik had dat laatst ook hoor, ik ben trucker, maar... Ik ging bijna van mijn stokkie, man. Te veel werk, weet je wel. Al die klanten die bellen, boos, weet je wel. Ah, we blijven een pakketje. Ik volg jou wel. Ja, is lekker. Zo, een beetje druk. Je bent de eerste. Oh ja, dat is wel druk. Twee uur in dienst en je bent de eerste die ik heb. Kijk. Dat zijn nog eens berichten. Nou ja, op zich wel goed natuurlijk. Ja, het is altijd een goed teken als je niks krijgt natuurlijk, hè. Nou, kies een bed uit, zo rustig is het. Ah, deze. Hoppakee. Ik zie wat schrammetje zit op je benen, dus die zal ik even verhelpen voor je. Ik ga maar als een plank liggen, hoor. Ja, even kijken of dit wil werken natuurlijk. Wil je even... Wil je mijn hand vasthouden? Ja, natuurlijk. Oké, ik kan je helaas niet helpen als je op het bed ligt. Dus je moet helaas even op de grond zitten als je wil. Is een beetje ongemakkelijk, een beetje koud, maar... Kan je niet op een krukje gaan zitten anders? User joined your channel. Zijn er genoeg krukjes? Even kijken, krukje. Ja, als je erop kan zitten, mag je het proberen. Nou, ik weet niet of dat gaat hoor. Even... Nee. Nou, dan moet het maar even zo doen, helaas. Ik zag wat schammetjes zitten, die zal ik even inpakken voor je hier. Niet. Even schoonmaken. Oh shit, schrijf je het net. Ja, die zijn ingetypt. Ik ga wel even op de grond zitten. Oh ja. Ja, ze zijn ingetypt, als het goed is moet het goed gaan met je. Ja, je zal het wel even voelen nog natuurlijk. Ja, dat loopt een beetje... Een beetje apart lopen, maar... Ja, nee, maar voor de rest... gaat het wel... Dat watertje, dat deed het dan wel, hoor. Maar kijk, het is belangrijk dat mijn collega en ik natuurlijk veilig op pad kunnen gaan, dus... Ja, dat zeker, ja. Ja.
Oké, okay, nou ja, ben ik wat verschuldigd? Joined your channel. Nee. Nee? Nou, top. Nou, dan gaan wij er weer vandoor, collega. Ja. Helemaal goed. Nou, ja, ik ga weer buiten staan, niks doen. Ja. Nee, ja, nou ja, je bent niet zo druk, begrijp ik. Nee, uw collega is echt de eerste die ik heb binnen 2 uur. Oh ja, nou, zoiets hadden wij inderdaad ook. Tenminste, ik ben sinds 1 uur vanmiddag in dienst. Ik kan ze nog op 2 handen tellen, zeg maar. Dat qua melding die ik heb gehad. Oké, okay, dat is gewoon vrij rustig voor jullie ook. Ja, we rijden nu lekker met z'n tweetjes. Ja, gelijk heb je. Ja, het is altijd beter, joh. Beter iets dan niks doen, toch? Zo is het. Nou, dan gaan we eens even kijken of er nog een melding is. Ja, ik ga weer buiten staan. Helemaal goed. Zo, watje klotje. Oh, hier zijn jullie een bed aan het repareren, zie ik. Ja, die is uit elkaar gevallen. Ja, die moeten we even maken nog. Nou, gaan we eens even kijken wat er op het hoofdbureau is. Ja, goed idee. Hey, werkt hè, mannen. Hey, dank u. Hoi, hoi. Hey, voel je weer wat beter nou? Oh, ja. Ik heb, buiten het feit dat ik me beter voel, heb ik ook een paar verbandjes om mijn enkeltjes... Ach, gelukkig zeg. Ja. Daar ben ik wel blij om te horen. Laat je niet overwerken, jongen. Het salaris is wel mooi, maar je moet niet te gek gaan doen, hoor. Nee. Komt goed, joh. Komt goed. Nou, oh, man. We gaan even kijken succes, hoe het... succes, hè. Hey, dank je, jongen. Hoi, hoi. Kalm aan, blijf positief. Ja, sowieso. Hoi. Hoi. Wat leuke mensen komen we tegen, trouwens, nu, zo. Ja. Ja, ja. Nou, je zou bijna zeggen dat iedereen school hebt nu, hè? Maar ja, het is donker, dus... Ja, ja, nee, exact. Ja, soms filter je het beste eruit, hè. Ja, je komt ze soms op onverwachte plekken tegen. Ook nog eens, ja. Dat je denkt, hoe dan? Ja. Nou, ik had het van de week, had ik een... Nee, ik had nog niet eens een melding. Maar ik was ergens naartoe gegaan. Gewoon even lekker een rondje rijden. En ja, toen kwam ik op een locatie dat ik dacht van... Huh? Maar ze waren daar met een drone aan het vliegen of zo. Oh, kijk eens, ja. Dat was wel stoer, hoor. Klonk ook wel... Voor mij heb ik ook eentje ergens. Ja, dat is gewoon lekker, is een goedkoop ding, hoor, is het wel. Ja, ik weet niet wat je ermee... Ja, je kan er alleen maar mee vliegen, dus. Ja, ik kan er mee vliegen en dan kan je zeg maar een beetje van... Vogelview kan je dan de stand bekijken, zeg maar. Maar camera op die drone, hè, zeg maar. Ja, maar en wat is de afstand dan van zo'n ding? Ja, nou ja, dat ligt er een beetje aan welke je koopt, want je hebt verschillende. Oké. Okay. Ik heb de goedkoopste, die kan niet zo heel ver, hoor. Maar ik heb ook echt niet echt heel erg nog gebruik voor iets. Nou, oké. Okay. Hey, en wat kost zoiets dan? Heb ik daar iets van... Ik weet niet meer wat ik voor betaald heb, eigenlijk. Ja, maar is het 10.000, 20.000 tonnetje? Dat is wel een klein beetje... ik weet echt oprecht niet meer hoeveel die dingen kost. Oké, nou, maakt niet uit. Als jij lekker uitstapt, dan parkeer ik de bus eventjes in de garage. Ja, is goed, jongen. Brandstof, je gaat beginnen een beetje op te houden. Oeh, lekker. Hallo? 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 Goedendag. Heb je haast? Nee. Ik zet alleen de voertuig weg. Oh, oké, topper. 17 voor 18. Ja. Hi, Sjors. Hoi, Joey. Zo, we zijn weer volle bak aanwezig om dat te zien. Ja, ik heb net even een filmpje gekeken in mijn huisje. Oh, kijk eens. Spinoza, The Last End. Ja, die ken ik. Leuk, tof, hè. Is de 18 nog aanwezig? Weet ik niet. Die is... Niet dat ik weet. Hey, maatje! Hey, vriend. Hoe is het? Ja, lekker. Pas op. Even aan de kant. Lang niet gezien. Ja. Godverdomme. Wat zie je eruit? Wat zie je eruit? Vooral door aan jij. Jezus, jongen, toch? Ja, dat is echt wel lang geleden. Nee, dat valt wel mee, pik. Jawel.
Oké. Okay. Nou, wat is je nummer in de stad dan? Je bent nog steeds zo lelijk. Ja, dat klopt. Hoe bedoel je in de stad? Mijn nummer is 142. Nee. Telefoonnummer, aap. Oh, ja, weet ik veel. Dat zei je niet. Jongen, jongen, jongen. Niks veranderd jij. Zal ik eens even voor je kijken, broer? Kan ik je altijd stalken? Ah, dat is goed hoor. 06. Nee, dat is dat niet. Even kijken, 0699. Ho, ho, ho. Ik heb, denk ik volgens mij vanaf 1 uur. Ja, 99. 476. Heb je een melding gehad of zo? Ja. 601. Het is niet XT. Bank saldo is een beetje laag. Yo, je komt, je bent elke keer als ik je zie heb je weer een nieuwe auto. Even kijken. Nou was dat maar zo bij mij. Ja. Geld moet blijven rollen. Nou, ik weet niet hoe je aan dat geld komt hoor, maar ik heb maar 18k. Ik heb genoeg geld, maar dan in waar. Selfie. Laten we het daarop houden, in waarde. Ja, oké. Okay. De Ferrari, die heeft mooie foto, Harry. Hele mooie foto. Ja, ik weet niet hoe dat werkt al. Wacht even, ik probeer je nummer toe te voegen. Je weet toch gewoon een telefoon werkt? Ja, maar hetgene wat ik deed, dat werkte niet. Wat zei je? Contact bewerken. Wat zei je? Oh. Mij. Zeker waar. Die Ferrari, ja, klopt, ben ik helemaal mee eens. Nee, ze heeft het over haar zelf volgens mij. Oh. Waarom werkt het niet wat ik wil? Ja, ik kon beter toen mijn Ferrari kopen bij de occasion, die was goed. Zo kut. Bericht, contact bewerken. Hier. Ik vroeg die in Kuiper. Topper, pikkie, lekker. Opslaan, Tuijn Kuiper. Ja, Rob is onderweg. Wie de fuck is dit? Oh, dat is gewoon een klant. Hallo, Martijn. Hey, met wie spreek ik? Hallo. Met wie spreek ik? Harry. Hallo. Jij hebt privé. Oh, ja zeg. Hoi mij. Kijk twee vingers van me, ja? Ik weet niet. Hey, Tuin. Jongen. Ja. Hey, luister, grap. Ja. Dat is zo'n gemeentewerker. Kom eens. Luister. Te zijn. Hij, hoe bel ik? Want, Zet me gewoon in je contacten. Contact. Dat heb ik. Dat snap ik. Maar je staat het privé. Maar de praten doet het niet, pik. Nee, gewoon met het stadspier. Je hoeft geen andere porto iets in te klikken. Alleen de spier van. Ik kan hem even proberen dan, want dat deed ik dus. Gewoon de spier waar je nu met mij mee praat, dan praat je. Wacht dan, even proberen. Oké, ik loop al weg. Hey, hoor je mij? Ik hoor je niet. Test, test, test. Hallo. Ik hoor je niet. Hallo. Ja, ik hoor je. Ja, nu wel. Ja. Maar nou moet ik zonder gein twee knoppen induwen houden. Welke doe je dan? De en van Nico en mijn muis. Nou, doe ze alleen je muis. Hallo. Test. En nu je en? Alleen je en? Test. Oké, moet ze allebei. Hallo. Ja, oké. Nou ja, dat is niet anders. Prima, het werkt. Topper. Maar wie had dit nou gedacht? Wij samen bij de ANWB. Nou ja, hoezo was jij weggegaan bij de, hoe heet het dan? Hoezo ben jij weggegaan bij Ambu dan? Nou, dat is pas saai. Ja? Ja, daar heb je 1 melding per dag, hè? Dit is echt? Ja, echt. Oké, dus jij... Dus toen zag ik had namelijk nog sorry lopen voor mijn voor ANWB, die had ik al neergezet. Ja. En toen zag ik opeens dat mijn VOG was goedgekeurd en ik op gesprek mocht komen. Dus toen zei ik ook gewoon, ja weet je, ik vind het leuk en aardig, maar ik ben weg bij Ambu.
En nu ben ik hier dan 2 dagen al of zo? Nee, jij bent hier al sinds gisteren pas, pik. Nou, 1 dan. Ja, ik tel vandaag mee, dus 2. Ja, oké. Oké, nou ja, bevalt me hier ook wel, ouwe. Het is wel leuk als we een beetje samen rijden, mocht je dat willen natuurlijk. Natuurlijk. Ja, een beetje de oude dagjes optrekken weer. Dat is goed. Maar ik heb een plekje gevonden ergens. Ja. Daar heb ik elke keer stront aan de knikken gek. En ik heb al iemand een keer gesnitcht. Ja. Wat voor een plek? Ja. Nou, gewoon een plek. Ja. En dan, ik hoorde schoten, dus ik ging kijken toch. Mm-hmm. Ik laat je die plek nog wel een keer zien. Ik hoorde schoten. Ik denk, wat de fuck is dat nou? Ik denk, ga gewoon kijken toch? Toen was ik nog geen AMB hoor. Liep ik dat terrein op, stonden er allemaal gasten met wapenschik. Ja, wat doe je? Komt op mijn terrein, dit, dat. Gisteren hadden ze een huiszoeking, ging ik kijken. Oh. Nou ja, weet je. Opaatje zit er ook, hè? Ja, hoe heet die? Dickie. Oh ja, Dickie, dat was. Ja, geweldig fan. Ja, echt geweldig. Hij is wel oud geworden, zeg tering. Oud? Ja, nou, gewoon 80. Ja. 80? Hey, ik ga even hetzelfde aandoen als jou. Gaan we even lekker een rondje doen, pik. Ja, prima, gezellig. Maar ik wou wat zeggen, maar ik weet niet meer. Oh ja, ik heb best veel feestjes, dus vandaar dat ik je nummer even wou. Dan gaan we gewoon een keer naar Mama Bahama's. Oké, is goed, jongen. Dan kan je soms drankjes doen. Dat is wel lachen. Volgens mij is dat deze, denk ik. Ja. User, maar dan heb ik er geen arm aan, want ik maar reed. Ah, nu ook niet. Ah, dat moeten we even aanpassen, dat is kut. Collega? Waar zijn je armen doen? Ja, kom. Waar ben je dan? Tuijn? Ja? Waar ben je? Kijk dus armen. Nee, kom. Ga mee. Want ik moet ze even aan dingen ze. Nee! Kom. We gaan even snel naar de ding toe. Ik heb geen armen. Oh. Dat is niet helemaal lekker met je. Kijk dit dan. Stap je even in, maat. Dan je gaan hebt we geen even. Armen, jongen. Weet ik. Die moet ik aanpassen. Daarna pak ik snel die bus toch. Hoe wil je opeens armen aangroeien dan? Kijk hem. Kijk hem. User left your channel. User left your channel. Hier naar links en dan later. Harry, jongen. Nee, ik moet toch even. Weet je, dat komt omdat ik handschoenen aangetrokken heb, man. Oh. Even armen regelen. Ah, dit hebben jullie even niet gezien hoor, armen. Gewoon even normale handen, maar die zijn ver te zoeken. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel.
Hé hey, jongen. Hij doet het niet hoor. Wat zeg je? Je hebt nog steeds geen armen. Ja, bij mij wel hoor. Nee. Nee, ja. Kijk maar een pik. Nou, ik zie je armen echt niet, maatje. Oké. Okay. Ja, bij... Want kunnen we gewoon even uit anders. Ja, maar hoe doe ik dat eruit dan? Weet niet. Wacht even, misschien zo. Wacht even. Even wachten hoor. Masker, hoofddeksel, oren, bril, shirt, broek, schoenen, meer. Nope. Wacht even. Ja, mooi. Nee, ik geen idee. Maar wacht even, loop even mee dan. Dan moet jij even zeggen wanneer je wel wat ziet. Even kijken. Zie je wat? Stop. Ja, top. Ja, oké, okay, maar kijk die handschoenen, pik. Dat ziet er toch niet uit? Dat maakt toch niet uit? Doe de kleur aanpassen. Hoe dan? Dat gaat niet. Nou, dan doe je het hier maar mee. Dan heb je tenminste... Nee, wacht even. Kijk, wacht. Ga gewoon even verder. Als ik zeg... Wacht even. Ik zie van elke handschoen zie ik één wel en dan één niet. Dat vind ik veel leuk. Even wachten. Nou, dit bijvoorbeeld. Wacht ja, even. Terug. Bijna. Nee, die zit niet goed. Dit is goed. Ja, oké. Okay. Kijk, doe ik zo. Zo. Yes, helemaal goed. Oké, okay, nou, top. Dan zijn we er nog niet, hoor. Wat is het niet? Omdat ik... User disconnected from your channel. Ik heb nou het korte shirtje aan natuurlijk, dus we moeten er even een tatertje op. Ja, dat wil ik ook wel. Ja, doe maar even een, noem je dat? Daarin. User joined your channel. Nee, ja, dat is wel leuk hier hoor. Ja man. Het niveau is wel heel hoog. Het niveau is echt heel hoog. Ja. Veel beter dan... Het Waasland. Kutstap. Nee, maar dat is wel zo, man. En men hamert er ook lekker op, weet je wel. Dat vind ik ook altijd wel... Ja, maar mensen doen ook soms... Kijk, soms is het gewoon heel even simpel en snel, maar toch op een leuke manier. En dan is het weer een koolstofslangetje, wat je heel erg vaak merkt dat mensen willen. User left your channel. Ja, die hadden wij net ook met een BMW. Ah ja. Houd je bezig. Zeker. Stop. Oh, daar. Dat is wel een gaaf shop, hè? Ja, zeker. Oh, hier. Oh! Maar dan moet ik even wachten. Ik wacht wel of ik jij klaar ben dan. Welke is gaaf? Ik zie ze niet, hou. Jezus, duur man, die tato's. Echt? Ja, 1100 euro. Nee! Ja, mee. Hier, ik heb niet eens een borst, gek. Ah, kut, nu heb ik mijn eigen kleding aan. Hé? User joined your channel. Ik heb niet eens een borstkast. Ja, mijn is goed. Wacht even. Je moet even omdraaien. Maar er gaat ergens iets... Hoe heb je dat nou weer gedaan, dat omkleden? Omkleden? Gewoon backspace. Wacht even, pik. Van mijn kleding. Oh ja, dit is jouw standaard kleding. Standaard. Ik kan niks selecteren, ouwe. Kijk, die tattoo gek. Ik zie niks. Oh, zo, wacht even. Op mijn hoofd. Nee, die kan echt niet. Wacht even. Jawel. Even wachten, maat. Camerahoek wijzigen. User joined your channel. User disconnected from your channel.
plakken hem gewoon helemaal vol, die vent. User joined your channel. Schiet op, man. Intel ik. User left your channel. Ik heb niet genoeg geld, zegt hij. Kut zo. Ik ook niet. Godver. Kut. Maar je zit een bank naast, rustig. Ja, lekker. Heel fan zit vol met Tato straks. Waar heb jij een Tato? Hoeveel geld heb je? 20k. Kijk, mijn linkerarm. En dan wil ik op mijn rechter nog een bike iets. Oh ja. Hij is wel dik, hè? Ja, die is wel nice. Een motor met een... Kijk goed. Wacht even. Het is een motortje. Kom maar terug. Ja, ik moet er nog een halen. Ja, ik moet rechts nog even wat. Ik heb hem al gezien, zo'n heel dikke sleef. Ja, die voor mij ook. Iets met motor heette die. Ah, dat heb ik geen idee. Hé, hey, ik doe er eentje op mijn pik, ouwe. Kan niet. Zou wel heel grappig zijn. User Marvin, hoe channel. Is het pik? Tijd geleden, maat. Even kijken, rechter. Hier, arm. Deze, Harry. Even wachten, die zie ik nu niet. Oh, kut. Even sure. wachten. User left your channel. Ja, die is User wel gaaf. Joined your channel. Zal ik ook in op mijn hoofd doen? Jawel, hoor. Ik heb in mijn nek, man. Hey, speel je dit nog wel eens? Ik ga vreselijk uit dienst. Ik wens jullie een hele fijne avond. En, later. Joejoe. Speel je nog wel eens? Later. Vraag de pik. Ah, dit is zo grappig. Ziet er niet uit, maar... Pistool om je been. Linkerbeen doen we er ook een. Nee, what the fuck, ik. Heb jij er ook eentje op je borst? Nee. Waarom zie ik mijn borst niet, ouwe? Ja, ze zou er niks op zetten zonder hondgeld. Nou ja, volgens mij... Jezus. Ja, het is bij mij een beetje uit de hand gelopen hobby. Kijk even naar mijne dan. Die rechter. Ja, ik zie dat niet. Ik zie dit niet. Ik zie ze hier pas. Zie je de rechter aan? Nee, ik zie ze hier ook niet. User left your channel. Je moet even een jasje aan denken of zo, weet ik het. Zie je ze bij mij wel? Nee. Ja, oh nee, nu niet meer. Hm? Nou, maakt niet uit. Kom. Zie je het? Nee. Ja, maar. Ah, zo wel. Waar gaan we heen? HQ? Ja, we moeten even kleding aandoen, hè? User left your channel. Is dit nou voor een autootje? Oh, dat is de gemeente. User joined your channel. Ja. Jij bent de 18e. Ja. Ik zou even vragen of we er een nieuwsbericht uit kunnen gooien dat de ANWB actief is of zo, weet ik het. En dan rijden we even naar de occasion dealer. Ik moet zo meteen even sleutel regelen trouwens.
Ja, dit is mijn eigen kleding ook, man. Mm. Neem even spulletjes mee. Yes. User joined your channel. Ja, nu wel. Nou, top. Hey jongen. Hoe is het? Yo, Woutje. Lekker hoor. Leuk man. Lekker, lekker. Oh. Ah, kijk eens. Doe eens even ruig. Hey, gaan we even een rondje doen, maat? Ja. Yeah. Nou, top. Dan, jij rijdt. Schijnt dat je heel goed kan rijden, namelijk. Ja, vandaag nog, denk je? Of doe je rustig aan? Kijk je bodycam. Heb ik al gedaan, vriend. Nou, we gaan helemaal los, jongens. Hey. Lekker, hoor. Hey, in ieder geval super tof dat jullie... Oh. Hé, hey, jongen. Meisje. Nou, ik denk een jongen, eerlijk gezegd maar. Kijk eens even. Nieuwe vrienden erbij. Lekker, hoor. Jongen die iRacing speelt. Ja. Ja, onder andere, ja. Pas hem even aan. Ik heb hem mijn eisen aangepast. Let's go. Yo. Nou, rij je, maatje. Hij is echt aangepast, hoor. Alleen, Hij werkt er niet bij of zo. Heb jij tijd, Wilma? Toppetje. Hier de 17 voor alle eenheden. De 17 en 18 gaan even op pad. Niet verdwalen, alsjeblieft. We gaan alleen het bos in. Ja, jij zonder mij dan. Zonder spuugenaanloop, zeg ik dan. Oké, okay, nou raar dat er staat, ouwe. Want het is niet normaal. Hey, in ieder geval, voor alle nieuwe volgers. Zo. Super tof, man. Dat is oké daar. Oh, het gaat even ergens niet goed. Hey, super tof dat jullie mij volgen op Twitch. Ik zit momenteel in Zevenbeek, maar ja, zover waren jullie al. Als er bij jullie staat iRacing, dan gaat er ergens iets niet goed. Ik heb het getracht aan te passen, maar dat heeft dus niet gedaan. In ieder geval, ik zit lekker met mijn collegaatje. Zit ik in het wegenwacht busje. Ook al daar mijn been natuurlijk, hè, van Zevenbeek. De beste die er zijn. We gaan even kijken of er meldingen komen. Het is vandaag erg rustig, dus we moeten ons eigen dingetje er een beetje van maken. Nou is dat op zich geen probleem met mijn grote vriend die naast me zit. Ik heb nog een beetje zin in, maat. Hè? Ik zeg, heb je er nog een beetje zin in? Ja. Maar jij bent zo stil. Oh, mijn categorie. Nou, ik praat de hele tijd, hoor. Ik weet het niet. Oh, nou dan hoor ik je niet. Yo, Matty Gaming, super tof voor je follow. Je hoort er ook bij het clubje natuurlijk. Mooi met die melding, hè? Kusje, kusje. Ja, ik kan wel een melding maken, maar dan verandert er niks. Rij even naar Occasion. Ja, is goed. Wel opletten, want ik wil vanavond nog wel naar huis doen. Boah. Je gaat even naar mijn huis. Weet je wat wel een keer bruut zou zijn? Nee. Als je gewoon een bus kan regelen en dat je gewoon al je exen ophaalt. Zo, nou dan heb ik 2 bussen nodig, vriend. Misschien wel 3 voor jou dan. Ja, 3. Elke Tinder date. hou op, schei uit. Ik heb niet met iedereen een goede ervaring, hoor. Nee, Trudy zeker. Yo, Gabbertje! Zo, Gabber, jongen. Dat is de tijd van vroeger, man. Beetje hardcore erin. Lekker, hoor. Hey, we gaan hard. We gaan lekker. Super tof dat jullie er zijn, jongens. Kijk eens even. Positief, hoor. Hij reed hem gewoon eventjes. Lekker, lekker, lekker.
Ja, ik moet nog wel wat dingen veranderen, maar ja, daar kom je altijd langzaam de weg, kom je daar natuurlijk altijd... Wat ben je nou aan het doen? Val je in slaap of zo, collega? Ja, ik heb last van mijn ogen. Oké, okay, heftig vooral. Ga je bek. Hey, cool. Hey, ga gewoon even naar links, gaan we voor Alex even een gedagje zeggen. Alex? Ja, Alex die werkt hier. Ja, ik weet toch niet wie Alex is, hou erop. Yo, opaatje, super tof dat je er bent, maatje. Lekker hoor. Eindelijk is hij erbij. Onze grote vriend Dickie. Ja, ga je mee? Want ik voel me altijd een beetje benadeeld, man hier. Ja, down, ik voel me eigenlijk... Pas op, hè, ik loop achter je. Sorry. Eens even kijken of we hier nog, of we nog wat dingetjes kunnen doen. Ja, hey jongens, dames. Hey. Lekker weertje. Is het nog laat geworden, Alex? Oh, die staat er niet. Alex? Nee, sorry. Hey, Alex is gestopt. Wanneer zeg je, jij bent zijn zusje, of niet? Nou, totaal niet. Zo, dat is leuk, ja. Oh. Ik rook niet meer, man. Jij? Nee. Nou, ik wel, hè. Zo. Ja? Nee, ik rook niet meer. Nou, ze zeggen er altijd... Ik heb er nog wel eentje, als je wilt. Nee, ik ga er echt niet meer beginnen, ja, man. Jawel, joh. Ik heb 20 jaar lang gerookt en ze zeiden dat als je stopt, dan word je dikker. Maar dat is ook niet zo. Nou, dan stop ik niet. Ja. Ik ben het al. Ja, nee, je wordt niet dik, dat ben je al. Ja, maar jij rookt maar één keer in de twee dagen. Dat zei ik net letterlijk. Ja, dat klopt. En ik herhaalde jou weer, schat. Lief van je. Ben ik weer hoor. Oh. Ja, was gezellig. Oude importeur. Hey, heb je nog wat leuks te koop? Ik heb een ongeveer een 50. Ik heb 61k. 61k, en waar hou je van? Wat heb je nu? Ik heb nu een Peugeotje 107. Okay. Wat zit je nou stom te lachen? Je hebt helemaal geen auto. Helemaal, oh nee. Clown. En ik wil, waar hou ik van? Sportief. Hij moet een goede wegligging hebben. Hij hoeft niet hard te gaan. User left your channel. Ik hou niet van laden. Oké, okay, een beetje een raceauto. Ja, ja, jij neigt meer naar die Subaru, hè? Ja, ik maar al doe je er even een testritje in, misschien. Dan heb je een beetje een feeling van wat je er. Zal dat even doen, ja, collega? Ja, ik ben er even bij, want ik denk dat ja, niet meer... Maar daar stap ik wel naar je. Ja, tuurlijk. Ja, nee, juist. Jij moet er mee. Voor je dan. Ja, is goed, jongen. Ik moet ook even een nieuw autootje binnenkort. Hey, als we nou eerst deze even afhandelen, dan gaan we zo meteen met jou verder. Ik ben gewoon enthousiast, ja. Ik heb wel eens twee dingen met hem tegelijk gedaan, maar dat gaat niet goed, hoor. Dan wordt helemaal gek. Ja. Of zo'n dikke Amerikaan is ook al lijp, hè? Kijk, wat vind je van nieuwe tattoos dan? Ja. De rechterarm vooral. Heb je daar geld voor betaald? Ja, mag wel. Ja. Drie kop maan. Welke bedoelt u nou dan? Nee, hij komt zo meteen. Hij komt hem even... Oh, die AMG, jongen. Plaatje. Werk jij hier? Nee. Waarom vraag dan, Kio? Wat zei u? Waarom vraag je dat dan? Gewoon, kan toch? Ja, ik zoek zeker een nieuwe auto, maar geld... Die jongen... Wat vind je van zo'n mooie MK7? Die Golf, of wat, die Volkswagen? Ja, ja. Dat is een Golf, ja. De kut ding. Oh, sorry. Nee, maar die is te koop. Wat vraag je ervoor? Nou ja, nu prijs is die 65, wat denk je van 50? Zo. Is het wat, Tuijn? Zo. Ja, we gaan even een rondje rijden. Hij is verkocht, denk ik. Wat kost deze dan? Nee, hij is al verkocht. Hij is al verkocht. Is deze maar 50k? Die is 50k, heeft alle tunings en mogelijkheden, heeft dus een custom spoiler achterop. Heeft een custom luchtinlaat bovenop, heeft een custom bodykit eronder zitten. Dus custom verlaagd, custom wielen, hij is eigenlijk volledig custom helemaal klaar. Perfect. Oké, okay. Oh, en als ik hem nou koop, hè, kunnen we dan een dealtje maken dat we hem allemaal kleurtje maken? Kosteloos? Kunnen we kijken. Ik weet niet hoeveel de prijs. Je mag even kijken welke kleur en hoeveel de kleur kost. Ja. Nou, ik ga eerst even een rondje rijden, jongens. Yes, goed. Gazari! Yo, deze is wel lijp, hè. Hoor het geluid, joh. Hoe kan dit ding maar 50k zijn? Zullen we een burn-outje doen? Nee, zonder van de banden. Ja, maar ik heb hem nog niet gekocht. Trek hem gewoon eruit, jongen. Trek hem nu. Gewoon nu. Nu, 3, 2, oh!
Nee! 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 Ja, maar niet! Nee! 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 Zo! Ja, die ging lekker, hè? Dat gevoel in je buik, gek. Hey. Tuijn! Huh? Ben je eruit gevallen? Oh, ik denk je bent eruit gevallen, joh. Ik moet even bijkomen. Ik had even niet idee dat je eruit gevallen was. Ja, zo nog een keer? Nee, ah nee, grappie! Grappie! Stap uit! Nee! 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 Hier 17 voor 8, die kom heel gauw terug. Klootzak. Dat hadden we niet afgesproken, Tuijn. Oh, sorry. Nee, oké. Okay. Maar hij rijdt wel goed, hè? Oh, die turbo. God, mijn gordel moet afvallen. Zullen we maar niet aangehouden worden? Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Maat, dit ding gast, jongen. Nou. Zullen we nog een keertje optrekken? Ja, maar terug richting de car. Dus hier omdraaien dan. Oh, mijn god. Ja, we gaan even kijken of er iemand op Blokkenpark staat natuurlijk, want ja, ik wil natuurlijk wel even... Nee, er staat nooit meer iemand, hè, dat mag niet. Dat maak ik wel uit. Nee! Ja, hij gaat er lekker vandoor. Nee, maar klopt, hier ze hebben een verbod hè, gekregen hier al. Dat weet ik. Nou, gasten, kom. User joined your channel. Hier, vol, rechtstuk, go! Oh, ja, maar wij geven niet het goede voorbeeld, hè, nu. 140, jezus, 160. 180, nee joh. Oh, ik moet van boeren. Die lucht inlaat, hè? Ja, hij rijdt goed. We moeten hier alleen even op letten. We hebben ons eigen alleen niet even afgemeld, ouwe. Wat voor zo... Nou, trouwens, dat is toch wel eens. Oh, ja, wat voor kleur moet ik hem doen? Ik veel. Paars. Ja, maar denk je dat dat Lumis voor? Dat geluid van die turbo, jongen. Oh, zet hem ook gewoon stil. Ja, zeg. Mag ik uw legitimatie of een rijbewijs ziet, alsjeblieft. En wie bent u? Ik ben Dikkie de Leeuw van Politie Beek. Dan ga ik hem even aan de kant zetten, moment. Hij gaat vluchten, hij gaat vluchten! Wat te vinden. Dag Harry, zeg, alles goed. Ja, met u ook? Ja, prima, prima. Moet u mijn legitimatie hebben? Of... Nou ja, nog niet. Als u mij nu een boete geeft, slash aanhoudt, dan gaat de koop niet door, denk ik. Deze zeg ik zal je een drie op je oren geven, maar voor de rest, niks hoor, ik ben helemaal niet in die zeg. Gelukkig, schrikken. Godverdorie, ja. User left your channel. Nee, ik. Ben je politie dan? Ik schrok zeker. Ik dacht, ik koop een taartschep en ik neem ook gelijk even de auto erbij. Ja, maar vindt u hem niet mooi als eerste auto? Nou, tweede auto eigenlijk. Nee, in de velgen. Dan pikt u de pauperbak. Nou, dan koop ik hem niet hoor. Moet jij hem hebben, Tuijn? Ja, als je mij 50k geeft. Nee. Moet je 50k hebben? Oh, ja. Een dikke cash gek, wat? Moet je 50k hebben? Ja, zeker. Moet je werken. Dat kerel. Bijkel. Nee. Dikkie is gauw pik. Ik loop er even heen. Even kijken. Ja, je moet hem gewoon kopen. Goed zo, heeft hij een nieuw pakje aangetrokken? Ja, zondagspakje. Zondagspakje. Hij is bij zijn... Dik is bij zijn schoonmoeder geweest. Oh. Ik heb godverdomme geen schoonmoeder, dus idioot dat je bent. Yo, pizza, super tof jongen, jij hoort er weer bij. Ja, gezellig. Ik doe gelijk dat je een balletje is hoor. Ja, je bent pas een balletje als je lid bent van Thai Society.
Heerlijke vent. Schrik waar. Ja, schrik waar. Hé. Hey. Hey. Hoe is het? Hier goed. Goed zo. Ik heb het ding net even laten opschonen. Dat ding was zo vuil. Hey, de auto moet ook wel clean zijn, hè? Zeker. Wat geef je mij voor die auto als je hem accepteert? Kom ik daar zo even op terug. Ja. 4 euro en een appel en een ei. Hou op, Dickie. Je hebt genoeg auto's. Jij 5 euro en een punt pizza, toch? Zo, dat is wel heel hoog. 5 euro en een frikandel, we hebben een deal. Oh, hij is meer van de frikandel. Ja, kunnen wij even het hebben over mijn inruilauto? Ja hoor. Ik heb een 107 Sport. Ja. Ook fully tuned, / alles erop en eraan, vleugel, wieltjes, etc. Ja. Is pas opnieuw gerapt. In het een beetje grijs, een beetje stoepkrijt grijs. Mm-hmm. Wat wou ik zeggen? Nou ja, dus dat. Ja, nou in principe de Peugeot 107 ligt bij ons net even anders. We hebben er eigenlijk een regelmatig, wij kopen ze eigenlijk al niet in, al zijn ze niet geüpgrade. En hebben wij daar een vaste prijs hebben daarvoor. Omdat de prijzen daar zo dicht op elkaar liggen, weet je wel. Ja. Geven wij eigenlijk altijd van de Peugeot 107 en nooit meer dan 12k. Oké, dan ga ik toch even met je collega praten, die zei 13, maar... Nou ja, wij bieden in principe er algemeen 12. Kan zijn dat hij natuurlijk heel veel er interesse in had, want hij is wel heel netjes. Ja, nou dat is zeker, Harry. Ja, hij is echt een nette auto. Hey, en dus 12 en dan uiteraard de rest er nog bij. En deze zat op 50? Die is op 50, dus het zou gaan om 38. En dan is even de vraag, wat had jij voor kleur, hoeveel kostte die, weet je dat? Nee, zover zijn we niet gekomen, want ik durf dit eigenlijk niet te zeggen, maar... Hij heeft er ook een stukje in gereden, maar voordat hij erin gereden hebt, heb je je bekleding aan de linkerzijde, rechterzijde vies gemaakt. Oh, ja, dan moet je ook niet met je AWB kleding doen, hè? Ja, maar hij... Nou, zelfs met gewone kleding had het vies geworden, hoor. Jemig. Want we trokken daarop. Harry? Ja? Nou, heel verstandig. Kan zijn broek vol te zitten, zeker? Ja, nee, dat is echt... Ja. Maar ik heb het schoon gemaakt. Nee, dat klopt. Maar oké, dus 38 nou ja, erbij. Weet je wat we kunnen doen? Ik kan hem eventueel gewoon, als we hem gewoon voor 50 doen, dan neem ik jou Peugeotje, dan haal ik er gewoon, dan maken we er 48 van voor dat ding. Dan neem ik eigenlijk je Peugeotje voor 414 over. Dus user joined your channel. Ja, oké, maar dan blijft geen 44 overstaan. Nee, 36. Ja. Nou, dit is een open deal. Ik rij even naar de bank, even kijken in hoeverre de bank daarmee akkoord gaat. Ja, is goed hoor. Wij hebben eventueel ook een bankautomaat binnen. Kan u eventueel ook bekijken om te rente te vragen. Ja, ik ben wel even benieuwd. 38. Ja, ik moet nog wel 36. 36. Wat heb jij voor 30k liggen? Staan. Ligt er niet. Ja, 30 tot 50. 30 tot 50. Die gozer heeft ook al gewoon een hoop geld. We gaan eens even kijken waar die bank... Oh, die staat daar. Ja, het is wel leuk om even een nieuw autootje te kopen, toch? We gaan eens even kijken. Even bankpasje erin. Vingertje. Oh nee joh. 39. Hij wilde 36 hebben. Nou, dan blijft er niet veel over. En hier heb ik ook nog. Oké. Oh, ik moet even mijn auto halen. Ik ga het gewoon doen. Ik ga even vragen wat het ding... Het nieuws komt ook wel leuk vinden. De 01 aan de 17 en de 18. Ja, zeg het maar. Ik was benieuwd wat jullie aan het doen waren. Ik ben momenteel eventjes bij de occasion dealer. Ze hadden daar een aanbieding hier, dus ik ga daar eventjes mee akkoord. Kan ik storen? Je weet dat je dat soort dingen niet onder werktijd mag doen. Moet je buiten de universiteit doen. Ja hoor. Nee, dat weet ik. Het is alleen even kort sluiten van. Meer praten dan kopen, zou ik maar zeggen. Dat zeg ik. Niet onder diensttijd. Hé, hey, weet je wat we doen? Ik ga even mijn Peugeotje halen en dan maken we het even af. Helemaal goed, gaan we dat doen. Topper. Ja. Yes, dan zie ik je zo. Ik kom een andere keer wel over terug, ja? Ja, is helemaal goed. Top. 50k voor deze auto, ik koop hem.
van de straat op te houden. Dat was een pauperbak, toch? Hé, hey, we gaan nog door. Ja, maar we kunnen dit dus niet in dienst doen. Nee, dus ik ga nu... Ja, want ik moet natuurlijk even een autootje regelen. Ja, dan wacht ik gewoon weer op haar hier. Ja, dat is prima, jongen. Ik rij. Dat is ook goed. Dit is prima, ja. Oh ja, we moesten nog even een sleutel halen voor die bus, houden. Ja, dat doen we dan. Het mag ook niet in die schot. Wat doe jij nou? Gappie! Gappie! Wat de... Gappie! Zeg even... Oké, ik kom bijna de dood in. Wat doe jij? Oh. Wat doe jij? Gaat het? Mijn benen. Wat gebeurt er? Door de ambu, man. Ah, die is er niet. God. Ik heb even een bedragje overgemaakt. Hoezo heb jij je gordel niet om als jij... Ja, dat was ik vergeten. Vergeten? Oh. En ik sleutel aan auto's. 25.000 euro. Zal ik eens kijken? Ja, kijk jij maar even, want wat een clown ben jij, zeg. Ja, mijn link. Wil je even een AMB? Ja, zegt u het eens. Hebt u dat? Nou ja, ligt er aan mijn voor natuurlijk. Ja, mijn linker voorlampje van mijn Skoda is hier een beetje uitgevallen. Waar staat uw voertuig? Die Skoda. Oh, daar om de hoek. Ja. Ja. Collega, blijf je even zitten? Ja, ik ga geen kant op. Ik heb eens wat terug. User left your channel. Ja, dan rijd ik met jou mee. Eens even kijken. Hier de 17 voor de 01. Ja, dat is goed. Ja, zeg maar. Ik heb zojuist werk aangenomen bij de occasion dealer. Ik heb hier een auto die heb pech, dus dan weet je dat ik bezig ben. Ja, ja, en dat is goed. Voorlampje is hier een beetje stuk. Ja, oké, vervelend. Ik ga even kijken. Heb ik toestemming om in uw auto te mogen zitten? Ja hoor, tuurlijk. Zijn auto? Ja, is gewoon mijn auto, Wouters. Stoel je. Is het uw auto? Nee, tuurlijk niet. Ja, dat zou kunnen. Ja, daar heeft hij geen geld voor, sorry, helaas. Oh, die motor, die is ook wel mooi. Raymond? Eens even kijken. Ja, nee, jongens, even een klein beetje afstand, hè? 1,5 meter. Ja, oh. Ja, zeker. Even kijken, ik ga het gewoon even zo doen. Jan, 1,5 meter. Ja, als je nu tegen me aankomt, nu met je hand, is het 1,5. Dus dat is de coronapilon, jongens. Dan moeten jullie hier sowieso achterblijven. Yes. Aan welke kant achter precies? Ja, waar u nu staat is prima hoor. Oh, dit is achter de pion. Okay. Ja, zeker. De pion is rond, hè? Ja. De wereld ook, zeggen ze. Ja. Eens even kijken. Nee hoor, die is plat. Disconnected from your channel. Ja, klopt. De wereld is rond. Zo rond als een pannenkoek. Eens even kijken. Wauw. De pannenkoek is plat, jongen. Maar Kian, dat is niet best, User het, left your channel. Nou ja, de lamp is eruit. Gaat hij een testritje maken, tjonge jongen. Gaat het lampje kapot? Oh. Ja, maar ik, nou, het niet aan doen, ik wil niet heel vervelend zijn hoor, maar er is wel meer een stuk dan alleen het lampje. Oh. Ik ga hem even uitlezen, want dat gaat niet goed. Hebt u, Wouter, jij misgaat er aan het lampje, nee toch? Ja, corona zegt de 7B hoor. Ja, maar het gaat gewoon om afstand joh. Gewoon even lekker, wat zegt u? Wat? Oh. Even wachten, collega. Wat is er? Gaan we lopen of meneer? Nee, ik ben net uit de auto gevallen. Oei. Gaat het? Ja, die is er volgens mij. Oh, okay. Eens even kijken. Wat ben je allemaal aan het doen, Harry? Nou, zijn koplamp is stuk. Ik ben hem even aan het uitlezen. Okay. Wil jij vast even een lampje pakken uit de achterkant van de bus? Looptype. Dit is de H7. Oké. Okay. Eens even kijken. Mag ik meneer Wouter een keer met jullie meer hebben? Alsjeblieft. Hij is echt fan van de AWW. Hallo. Ja, wacht even. Godverdomme. Ja, top. Wouter, pak je kans, kans. Nee, ben je praat op zo tegen elkaar. Zijn je nou dikke tegen mij? Zo heb je nog nooit tegen mij gepraat. Zo. 1,5 meter, boys. Ik wil me niet mengen, maar er is geen corona, 7B. Oh, volgens die meneer wel.
Ja. Ik heb niet gezegd dat het corona was. Ik zei dat het corona pilon was. Voor de zekerheid. Dat is dus buiten het feit dat het zekerheid is, is het ook nog zo dat ja, dan heb ik gewoon een beetje werk afstand. Ik ga voor pakken, jongens. Oh, zie je dat aan nu? Oh ja, die deur, godverdorie. Als de politie stopt, ik ben er niet. Ik heb een hallo zeggen. Oh, kut, joh. Niks. Oh, verkeerde ding. Ik moet die hebben. Had je motor is de rest ook gecheckt of nog niet? Nou, ik heb hem even. Oh, kijk, als jij nou daar staat, stap ik hier wel uit. Hey, we moeten hem even maken. Ik pak even een paar steeksleutels, want zijn hele koplamp ligt eruit, joh. Ja, maar... Hier moet je kijken. Kijk dan. Zie die radiatorman, die is helemaal verbogen. Ja, ik weet niet wat er hier gebeurd is. Ook een nieuw radiatortje wordt het, hoor. Koplampje, radiator... Uitdeuksetje. Hey, zo... daarvan? Ja, uitdeuksetje, man. Dat ding moet naar verlieshout toe. Ja, ik denk dat hij beter even naar HQ kan rijden en dan... Ja. Nee. Kijk even wat we in de bus hebben. Even kijken, wat heb je nodig? Koplampje had ik al gegeven, die hebben we. Nee, je koplamp heb je niet gegeven. Je hebt alleen dat lampje gegeven. Yo, vuurman, super tof jongen dat je het ook weer bij het... Oh, ja, die kan naar het ziekenhuis. Die kan nu ook nog. Ah, goh, waarom moet dat nou weer, jongen? Nee, kom maar eens even aan de achterkant van de pion staan. Ik heb hier een koplamp voor je. Pak hem even aan, alsjeblieft. Ja, wacht even. Hey. Zo, wat een koplampje. Goed, ja, top, dank je jongen. Het zit toch in een doosje, man? Is. En wat had je nog meer nodig? Ik heb steeksleutel 13 nodig. En doe maar. Even een hele reparatie hier zet je. Ja, pak jij de kist maar even. Zet hem maar neer, maatje. User joined your channel. Staat die. Oh, ik denk ik zet er 2 neer. Oh. Eens even kijken. Een radiatortje hebben we. Dankjewel, maatje. Ik probeer het leuk te doen. Ja, kan wel. Sorry, wat zegt u? Dat we radiatortje hebben ook nog aan de auto. Dit is wel een apart dingetje, hoor. Ja. Ja, deze even kijken. Pas op. Oude Lambo. Hmm. Ah, dit is een aluminium radiator met aan de linkerzijde de aanvoer. Ja, zo, dat is oud. En rechts onderin zit de afvoer. Dus die moeten op HQ omhoog. 2010 volgens mij? Nee, volgens mij heb ik er nog eentje staan. Die is alleen klein, hè. Dan kan hij in ieder geval richting HQ rijden. Dan kunnen we hem daar wel aanpassen. 2012 zo. Nou, doen we dat op. Ja, maar we moeten even één ding even rekening houden. Die is dik, de Lexus. Ja. Volgens mij is dit een test, ja, testrit. Jazeker. Oh, dit is een testrit, zie je? Dus dit ja, is... alleen kijk. Ik deed zeg maar die motorkap omhoog. Ja. En ik wou hem terug naar beneden doen, maar toen schoot die voorlamp eruit. Nou, ik weet niet wat er gebeurd is en met welke snelheid dat gebeurd is, maar... Snelheid? Ja, als je een motorkap opdoet, sta je meestal stil, toch? Ja, maar lieve schat, ik kan hem of dicht doen, of ik kan hem dicht gooien. Oh, op die fiets? Nee, die auto, want u bent hier met de auto, niet met de fiets. Oh, met die voertuig. Hey, Kian, ja, dit is een auto, hè? Ik schijn even een lampje erbij. Meneer, even afstand. Die pion die staat nog steeds daar. Oh, als bij mij ligt die, geen probleem. Zo. Ja, ik wou net zeggen, kom je even terug, want anders dan... Ja, dit moeten we gewoon even kort afhandelen, want dit... Ja, anders kun je het ook niet verder. Ja, het is... Goed, als jij alvast begint, dan geef ik je de onderdelen aan, ja? Je was al begonnen, toch? Mag ik hopen? Nee, jij hebt... Oké, hij start nog wel, dus ja. Geen start-stop. Nee. Niet. Oké, even kijken. Ik schaal even bij. Denk in je vingers, hè? Want dat ding is echt kokend heet, ouwe. Kou van warmte. Even kijken, het lampje User erin. Channel timed out. Pas op. Geef me die radiator. Zit je er nou gewoon aan te ruiken, maat? Dat is poep. Hey, Harry. Geef me die radiator dan. Ja, wacht even, pik. Oh, jezus. Schiet op. Oh. We hadden langer klaar kunnen zijn, man. User joined your channel. Zoom. Ik ga hem er even in doen.
Van de hele motor kapot gekomen worden. Dan moet echt afslepen en een nieuwe motor. Oh, jij plaatst hem al voordat ik hem gegeven heb. Dat vind ik wel interessant, ouwe. Je had hem al gegeven. Nee, ik had hem gepakt. Het werkt, daar gaat het om. Nee, dat weet je nog niet. Dat, kijk, nu werkt hij pas. Koplampjes, even testen. Ja, even wachten. Even stadslicht. Ja, even mislampjes aan. Zo. Ja, perfect, ouwe. Nou, top. Hey, als je meteen het factuurtje verschrijft, dan kunnen ze me... Hoeveel kost zo'n lampie? Nou, die lampje zelf zit op... Maar je bent wel weer kwijt. Radiatortje, koplampje... Koplampje zelf zit op een 10-5. Ik ga hem wel even wassen. Als jij even afstand neemt, dan... Even kijken. Twee maal arbeidskosten. Geen voorrijkosten. Twee maal? Ja, natuurlijk. Twee man, hè. Twee man. Hij komt er niet meer in. ja, maar hij kwam nog later aanlopen ook. Dat is nog een mooie. Zo. Die ruim ik niet op, hoor. Dat doekie. Niet. Nee. Je hebt 400, meneer. Ja, 400 voor een lampie. Ja, het is niet alleen een lampie. Je hebt ook je radiator kapot gereden. Hey, vinden jullie dat we een beetje goed geholpen hebben, jongens? Jazeker. Ja. Heeft u mij geholpen dan? Nou ja, ik bedoel... Oh, u stond alleen als toeschouwer. Ja, snapt de auto's, dan moeten we er niet over beginnen. Dan andere mensen die werken. Oh, op die fiets. Nou ja, nee, oké, maar... Nou ja, ik... Zo. Nogmaals, dit is mijn voertuig niet, maar ik denk dat jullie het wel netjes gedaan hebben, ja. Nou, super. Meneer, mag ik u erop attenderen dat u voor zichjes gaat rijden? Geniet van uw proefrit. Ik hoop dat de aankoop dusdanig is dat u het voertuig koopt. En u kunt natuurlijk altijd bij ons eventjes langskomen om de algemene check te doen, alvorens u het aanschaft. En hoeveel kost dat ding, die check? Die check? Nou, kijk, we hebben de helft al gedaan natuurlijk. De staat van het voertuig, als ik hem zo zie, ziet er wel goed uit. Dus ik denk dat het is rond... Hebben we goed gedaan, Harry? Rond 150 euro'tjes, dat moet wel lukken. Je kan ook zwart betalen. Hey, ja, je het is een meiertje. Hé, stap in, heren. Maar is het niet handig om van eerst anders even je rijbewijs te gaan halen? Tja. Ja, inderdaad. User joined nou, ik heb mijn rijbewijs gewoon hoor. Ik kom me niet mengen ofzo. Nou oké, okay. Nou doe in ieder geval voorzichtig, dat is niet mijn taak. Dan hadden ze je legitimatie moeten vragen bij de occasion. Ja, die heb ik gegeven hoor, maar oké. Okay. Stap in, heren. Yo, rustig aan jongen. Yo, rustig aan, werk ze. Oh, Raymond, je hebt echt een bokken door. Stap in. Hey, we hebben goed gewerkt, maat. Hoezo, we zetten op... Goede teamwork, hè? Ja. Het is wel leuk hoe jij het doet. Maar wat checkte je nou? Dan kan ik dat misschien in het vervolg ook gebruiken. Oeh, wat checkte jij nou? Nou, met lezen, doorlezen. Oh, uitlezen. Ja, ook goed. Nou, je stopt de... Ah, kut, rijd terug. Mijn OBD-stekker zit er nog in. Kut. Nee, hij zit er nog in. Stel maar eens zien. Waar? Nee, links. Hij staat voor het stoplicht, denk ik. Nee. Ah, oh, rechtsaf. User left your channel. Oh, shit. Nou, raad maar even naar de occasion dealer. Nee. Oh, hier staat hij. Ja, stop. Stop ervoor. Meneer! Hallo! Hij zit er niet meer in. Meneer! Ja, pak hem maar uit. Pak hem maar uit. Ja, nou ga ik hem pakken ook hoor. 17 en 18 komen terug naar HQ. We hebben net een melding ter plaatse. Hallo? Ah, kut. Ah. Oké, dat is de reden dus waarom hij... Oké, jongens, even een klein momentje geduld. De stad heeft wat kleine lichtelijke probleempjes. We gaan het even, doen het even zo. Dit vinden jullie misschien wel leuk. Hatsje, aardbeving. Ja, let niet op die iRacing gebeuren, jongens. Dat is mijn andere dingetje. Dat ben ik trouwens. Aardbeving, ja, dat is een goeie. We gaan eens even kijken of we die aardbeving kunnen fixen natuurlijk. Ja, ik weet niet hoe ik dat uitzet hoor. Doe ik even zo. Disconnected. Hatsjeklats. Kop houden. Gooi er even lekker muziekje bij. Nou, in ieder geval, we gaan eens even kijken of we dit kunnen fixen. Denk het niet. Even kijken hoor. Dankjewel schat, ik hou van je. Zal ik even mijn cam aanzetten? Ik zit wel naakt. Oké,
Nee, ik ga hem niet aanzetten. Nee, 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 nee. Dat is die. Hoe is het rem? In ieder geval super tof jongens dat ik jullie ja, mijn channeltje nou ja, in ieder geval volgen, bekijken, et cetera. Ik probeer gaat je pa ook arpieën? Nou ja, gaat hij arpieën? Weet ik niet. In welke zin? Heb je dat gezegd? Ja, zeker gezellig. Echt. Kijk, je moet het toch met z'n allen doen, weet je. En als ik eenmaal in die rol zit en ik kan lekker arpieën, dan, heb ik de grootste lol. En probeer ik eigenlijk wel altijd wat leuks in te zetten. Ja, mijn vader gamet ook. Alleen die doet race games, man. Verrassend, hè? Nee, die doet vooral race games. En ja, weet je wat het is? Ja, hij heeft een keer een schietspelletje gespeeld. Dat gaat niet goed. Buiten het feit dat hij het wel aardig onder de knie heeft, zegt hij altijd dat er cheaters zijn. Zegt hij altijd, dat kan niet. En ja, maar dat gaat ook niet goed, ouwe. Want ik liet hem dus vanmiddag even een filmpje zien van... nou, ik zeg, kijk, ik zit nu bij de ANWB, Zevenbeek. En toen gebeurde er wat. Toen gaf iemand mij een deal of zo. Toen zegt hij, dan pomp je hem toch op zijn mail. Ja, ik zeg, nee, zo werkt het niet. Nee, dat is... En misschien is het ook wel wat voor hem, hoor. Maar zijn karakter kennende... Denk ik niet dat hij dat... Hey Tuijn, wat is jouw in-game naam eigenlijk, pik? Armando? Nee, dat is eigenlijk een met alle respect een wat donkere persoon, dus. Oh, wacht even. Kijk, dit is een goeie, ouwe. Wacht, die moet ik even... Oh, gewoon Tuijn. Ah, oh, lekker dan. Kijk, dat ga ik meteen even aanpassen. Dus jullie horen nu eventjes die... Kijk, zie je? Zo kom je toch nog achter dingen, jongens. We gaan even connecten natuurlijk. En dan gaan we... Dit is echt nieuw voor mij. We gaan naar de tools. We gaan naar de options. Tools. Hoe ga je het nog doen, denk je? User my tools. Notification. En dan soundpack. User joined your channel. Ja, die soundpack staat er niet bij. User joined your channel. Joined your channel. Moet ik soundpack mail of zoiets? User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User in your channel. Times are entered your channel. Even kijken, want waarom... Je kan weer opstarten. Ja, ga ik ook doen, Pik. Je moet ook even wachten. Staat bovenin soundpack, ja. Ja, maar dan heb ik male en female staan. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Dat is wel kut inderdaad. Ik heb channel, ik heb server, client, you, chat, sound capture, sound playback, status, another, special. Ja, ik zit wel in notification, ja. En dan user heb ik hier al, play all sounds. Oh, wacht even, doe eens even zo. Misschien is dit beter. Apply. Misschien user left your channel. Nee. Even kijken. Tools, options, notification. User entered user your left your channel. Oh. User left your channel. User left your channel. Even kijken, wat staat dat?
Client. User left your channel. User left your channel. Ja, client en dan connections. Ja. Yeah. User left your disconnected from your channel. Ik denk user dat entered your user channel. User left your channel. Time yeah. User left your channel. Ik denk dat user dat entered your user channel. Left your channel. Nee. Godverdikke me. User left, user left your channel. User left maar als ik eenmaal in game zit, hoor je dit natuurlijk niet. Dit is natuurlijk op deze manier wel kut. Kan ik niet mijn scherm even delen? Dan kunnen jullie even meekijken. Hoe kan ik dat doen? User entered your user channel. Left your channel. Kijken jullie maar even mee met mij, jongens. Display. Ik denk deze. User left your channel. User left your channel. User in your channel timed out. Kijk, dit zien we jongens. User entered your channel. User left your channel. User left your channel. Allemaal porno even weg. Zo. Dan ga ik naar tools, options. En dan krijg ik dus dit. User disconnected from your channel. Oh, je moet niet geconnect zijn. Meen je dat nou? Oh, dat doe ik even disconnect. Disconnected. Tools, options. Notification. Ja, jongen. Activate Windows, dat staat er al 3 jaar. Hier, sounds deactivate. Volgens mij zag ik dat ergens staan. Oh, niet. Tools, even kijken. We gaan weer even terug. Tools, options. Notification, ja, daar ben ik. Dan client. Switch. En dan switch. Kijk, en dat doe ik zo. Moet ik dit allemaal uitzetten, jongens? Moet ik dit allemaal uitvinken of zo? Deze. Dan apply, denk ik. Nou, weet ik. Nou, je mag zoveel niet. Connected. What the fuck? Oké. Ah, gruwelijk vooral. Nou, toppetje. Gaan we het even op deze manier proberen. Ik denk dat het gelukt is, jongens. Hey Tuijn, kennen we er al in? Weet je wat het kut is? Als je het zonder muziek moet doen... oh, dat is nog steeds offline. Oké, nou ja, lekker dan. Wat verdikke me. Ja, wat kan ik eens even doen, laten zien? Nou ja, dit is in ieder geval... ben nu aan het kijken. Ga jij maar even kijken. Alweer. Dus ik eens even kijken in hoeverre ik wat kan zien. Dat is wel zonde, want we zaten er net lekker in, maar ik denk dat hij online is. We gaan even kijken. 7B. Ja, ik denk het wel, jongens. Oh. Volgens mij zit er weer mee in. Ik ben even aan het connecten. We gaan even kijken of we er nu in kunnen. Ik ga even snel wat pakken en dan pleur ik misschien die cam ook nog even aan. Ik ben aan het. Ja, ik ben aan het connecten, jongens. Spreek de show. Ja, klopt. Dat heb ik volgens mij aangepast. Maar kijk, we doen weer even zo. Even kijken of ik hem aan kan passen. Dat is misschien wel even wijs. Yo, Justin! Maatje!
Even kijken, oh ja, daar staat inderdaad iRacing. Nou, dat is nog wel onzin, joh. Nou, dan veranderen we dat toch eventjes. Ja, oké, okay, Harry die is nu nummer 16 hier. Ja, we gaan zeker lekker houden. Oké, okay, ik heb in ieder geval heb ik hem aangepast. Maar dan ben ik al die tunings erop al kwijt, hè. En die spoiler was 6k, de nummerplaat 2k, die kleur in totaal 6k. Ik hoor nou 6 dingen tegelijk. Oh, dit zien jullie even niet, jongens. Titi. Even kijken of mijn collega er weer is. Maar ik ben natuurlijk nog niet in dienst. Ja, ik ben wel in dienst. Het is... ja, met de Z. Hey Tuijn! Kom je weer even terug? Oh, er is een kleine rollback geweest, denk ik. Nou, in ieder geval super tof dat jullie er nog zijn, jongens. We gaan door waar we gebleven waren. Ik heb in ieder geval nog mijn pak aan. Hey maatje! Wat een gezeik, jongen. Wat een gedoe, hè? Hey. Zo, voelde jij die aardbeving? Mijn ballen gingen ervan kietelen. Nee, echt niet normaal. Hey, luister dan. Ja, het moet opgepikt worden, ouwe. Ja, opgepikt. We gaan gewoon even een autootje regelen, denk ik. Nou, dat gaat niet. Hoe heet het? Jawel, we gaan... De deurpouwens net ophouden. Nou, luister. We gaan gewoon even hier... ik heb wel gelukkig... Ik moet wel even mijn radio fixen. Sluis radio. Wat kan ik daar zien, Wilma? Wilma, toch? Zeg ik nou verkeerd? Hier de 17 voor alle eenheden. Collega's. Wel alleen in de auto. Mag ik eens proberen? Ja, en nu dan? Hallo, test 1, 2, 3. Ja, ik ben hem. Hey. Je hebt spin, meneer, met masker. Hier blijven, ik ben bezig, man. Oh, kijk, ik ga gewoon door de vergrendelde deur heen. Kijk, dat zijn altijd berichten. Arie. Ja, schat. Wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? We moeten natuurlijk naar de zaak. Ja. We gaan Justin of zo heet hij. Hallo. Ik heb je auto vandaag gerepareerd, weet je nog? ja, dat zou best kunnen. Ja. Nou, door de aardbeving zijn we hier gestrand. Kun je ons even te brand helpen? Tuurlijk. Waar is de brand? Ah, in je poep het dan ook. Oh! Au! 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 Laat me eruit! Au! Au! Oh. Kunnen we deze gewoon even meenemen? Ja, je kan gewoon meenemen. Kan ik jullie bij de ABB in de garage gooien. Oké, okay. Dankjewel. Dat zijn hersenloze namen. Yes, yes. Stop in, Harry! Ja, ik stap al achterin, maatje. Doe voorzichtig. Zo, die wilt wel, hé? Ja, die gaat lekker. Rem maar, zo. Oh, zo op die. Dat is groen. Ja, ik ben altijd. Groen moet je doen. Ja, ik ben eigenlijk altijd. Oh, kut, verkeerde afslag. Oh, precies die wouterkamer ook weer aan, hè? Ja, doe voorzichtig, hè? Een 17 en 18 zijn aanwezig, wie is er daar? Nou, we zijn in ieder geval lekker onderweg. Nou, ik heb het wel naar mijn zin hoor met jou, Harry. Ja, hè? Als je maar van me af blijft, vieze Rick. Raar. Ja. Nee, het is wel gezellig zo. Ja, toch? Ja, weet je, ik bedoel, onkruid vergaat niet, hè? Nee, nee. We zullen altijd... Moet je hier maar rechts kijken, het is allemaal onkruid wat je ziet. Nou, doe je broek eens uit, zie je ook heel veel onkruid. Let op je taal, alsjeblieft. Dank u. Hoezo? Het is gewoon de waarheid. Oh. Nou, deze, weet je wat we doen? Deze, het is toch een auto van de hersenloos, toch? Mm-hmm. Dan gebruiken we een mooie leenauto, dit. Ja, wat nou? Dat is toch ideaal? Ik zet hem hier gewoon in. Zo, toppie. Nou, top. Ik zal het hek even openhalen. Ja, ja, ja. Hé, ja. Hey, we pakken... Maatje! Hey. Ja? Wat is die kartonnen doos? Box, dat is een box, hè? Ja.
Ah, die moeten we ook even, weet je wat ik doe? Als jij je eigenaar even gaat omkleden, pak ik even een bussie en dan gooien we daar even de spullen in, ja? Ja, ik heb hem op zak. Ja, maar zo. Die moet... Nee, die moet... Echt, jawel, spullen... echt tering veel. Ja, maar dat moet in de bus, schat. Ja, kan. Nee, dat moet. Niet, hè? Het moest niet, ik heb gisteren nog gevraagd. Spulletjes in de bus gooien, jongens. Want anders dan. En we moeten even wachten. Pas op, pas op, pas op. Maar mijn zakken zijn heel groot, hè? Ja, weet ik, maar dat moet in de bus, schat. Oké. Okay. Je weet dat je dan niet meer op zak kan hebben, omdat je dan te veel op zak hebt, hè? Lieverd, als je het nou gewoon in die auto doet, dan hebben we en ons zakken over. En we worden niet 1, 2, 3 bestolen. En we moeten naar de bus als we wat nodig hebben. Toch? Mm, ja. Je zit het in, hè? Jij bent de enige die dat doet, man. Nou, dat is toch leuk? Nou, ik doe meestal, ik haal het uit de auto en dan doe ik de box. En dan loop ik zo naar terug naar de auto, want dan heb ik de onderdelen gepakt, snap je? Ja, dat kan ook. Ja, daar hou ik mee van. Scheelt leuk. Ik heb wel even een nieuwe OBD-stekker meegenomen, trouwens, want die andere die zat nog in het voertuig. Oh, ja, trouwens, ja. Nou, we gaan daar gewoon verder, dus rij maar naar de occasion dealer. Moeten we die auto meteen even terugbrengen? Ja, doe maar. Jawel. Nee, jawel. Ga maar. Brengen deze gewoon netjes terug. The fuck, oh. Ik denk, wat hoor ik nou, joh. En we rijden dit voertuig eventjes terug. Ja, rij maar hoor. Ja, gaan we rijden? Jo. Gordeltje om, wel zijn netjes. Ah, we zijn wel een van de snelste ANWB'ers, denk ik. Tuijn, die ken ik ook al een aardig tijdje. Tijntje. Ah, Tuijn ken ik ook al een aardig tijdje. Vanuit een andere stad. Nou ja, die is niet meer, dus we hebben onze weg hier gevonden. En bevalt meer dan prima. Jullie zijn echt een stel strijders. Dat jullie, toch lekker blijven kijken. Altijd leuk en gezellig. Ze zijn nu... Nou, het enige wat ik nog niet weet, zeg maar, in de stad... Is waar iedereen een beetje uithangt. En, maar ja, dat is, daar kom je in de loop der tijd kom je daar zelf achter. We gaan nu terug richting occasion dealer. En daar gaan we toch eventjes een sleutel halen voor onze bus. Dat we hem op slot kunnen doen. Want ja, iedereen zou nu zo die bus leeg kunnen halen. Dat lijkt me ook niet echt op doen. Hè? Hey Juri, maatje. Leuk dat je er bent, gozer. Tijd geleden trouwens. Maar dat geeft niet. Waar hang je uit al die tijd? Oh, ik heb slecht geslapen, joh. Nee, dat is niet waar. Hé, hey, we zetten even het voertuig terug. Ik moet al die namen weer even... Oh ja, ik zou die auto kopen. Oh, is vergrendeld. Ik denk niet dat hij er is. Krotje of hatchiklotje. Geen idee. Zonde, man. Die de volgende staat is van mij. Die zwarte. Ja. Deze mooie classic is van haar. Waarom is John ook de enige met een rolkooi in dat ding? Weet je dat nou? En hey, waar is de eigenaar van het pand? Oh. Ik weet niet, ik zoek Gerard uit al. Gerard, hè? Gerald. Gerald. Jezus, wat een naam. Gerard. Nee, ik ben Harry Dekker, zonder L. Ik ben Kees van de YG. Oh, hij staat hier van Jorik zeker? Hey, vermaken jullie hem nog een beetje, jongens? Ja, zeker. Ja? Hebben jullie ook zo last gehad van die aardbeving? Ja. Ja. Ik kwam net de stad in. Poef.
Ah, oh, lekker, lekker, lekker. Ik was net een autootje. Ik had een, yo, portocheck. Ik had een autootje gefixt. Dus, nou, die jongen helemaal blij. En rijdt hij weg, zat mijn OBD-stekker nog in die auto. Wij erachteraan. Eindelijk die auto gevonden. Nou, ja, toen was de aardbeving. Yo. Morgen ga ik dit, ga zo kalen. Hoe de fuck kom jij aan miljoenen, man? Godverdomme. Kan ik niet even wat lenen? Nee. Ben je in bank? Kan ik niet gewoon wat krijgen dan? Nee, ik ben geen liefdadigheidsinstelling. Het is geen legere zeils. Ben ik hier gebellig? Godverdomme. Ah, dat geeft niet. Ik ga even kijken bij mijn collega, misschien heb je hulp nodig. Hey, je Mercedes ook. Arie! Hé hey, jongen! Ja, deze is helemaal kapot, maar ik vraag me af van wie die is. Ja, oké. Okay. En wanneer ja, die we kunnen het niet. Van zijn bandjes. Ja. Ja, we kijken, we kunnen twee dingen doen nu. We kunnen... Is die open eigenlijk, of niet? Wing? Ik ga niet aan iemand zout zitten zonder het te praten. Ja, het is wel handig. Het is wel, wel lief danigheid natuurlijk. Ja, maar ik ga niks gratis repareren. Nee, dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk. Ja, we wachten af, jongen. Ik heb toch niks meer te doen. Zal ik je van spannende plek laten zien? Ja, goed idee. Oh, ik heb de verkeerde. Nou, we gaan gewoon lopen, kom. Is het zo dichtbij? Ja, dat is redelijk dichtbij. Je hebt deze plek niet van mij, hè? Yo, lekker hoor! Ja. Dankjewel, maatje, voor al die, natuurlijk, de bits, hè. 50 bits. Hou je van Jonko's? Pardon? Liedjes? Nee man, dat gaan we niet doen. Nee, niet hierheen. Nee, ik ken dat van ja, vorige jaar. Oké. Okay. Nee, 50 bits, jongen. Weet je wat het mooie is van dat hele verhaal? Dat ik niet eens weet wat ik ermee kan. Ik weet dat iemand het verdient, maar niet wat je ermee kan. Ik weet niet eens of dat nog zo is. Dus ja, voor de mensen die natuurlijk... Die twee straatjongens daar? Nou, wacht even, Pikkie. Als je mij een klein beetje nader kan uitleggen wat je ermee kan doen, dan... Oh, Sjolaf 1, ja. Dan kan ik even daar wat meer mee spelen natuurlijk. Volgens mij zit hier ook een gang of zo. Ja. Precies. Ik ga het je laten... Ja. Ik ga even wat proberen te laten zien. Maar het is niet... Het mag eigenlijk niet, hè, Tuijn, wat ik nu doe. Maar ja. Nou ja, weet ik niet. Het is zijn eigen terrein. Ja. Maar wie zijn dat? Ja, dat weet ik dus niet. Zo, wat is dat dan, joh? Idioten. Nou, die heb dus aan die drugs gezeten. Ja, echt, hè? Nee, even kijken. Hier links schijnt een ingang te zitten. Ja. Loop maar door. Nee. Hier, wat is iemand toen? Zegt u? Hè? Wat is iemand toen heren? Nou, geen rondje nou, lopen. Pardon? We zijn aan een rondje lopen. Waarom? Omdat nou, dus we de hele dag in een auto zitten, vriend. We zijn even, kijk, buiten. We wilden eerst hand in hand lopen, maar dat leek ons geen strak plan. Dus weet je, ik denk we gaan gewoon even een rondje en dan, niks. Yo, Johnny. Ja, we spreken jullie later wel even. Als er wat is met je auto, dan fix ik hem mee. Je weet hoe ik ben. De hele voorkant is kapot, man. Nou, ik heb al een keer zijn deur gerepareerd. Even kijken, klopt dat? Maar wat is er dan? Ja. Spanning opeens, we lopen alleen een rondje. Ja, ik heb een keer jouw deur gerepareerd, maat. Ja, dat kan goed zijn. Dat verwerk je er toch, helemaal. Ja? Hey, doe voorzichtig. Doe ook geen dingen die wij ook niet zullen doen. Ga je mee, Tuijn? Kom. Nee, ik snap deze spanning niet zo. Nee, dat geeft niet, joh. Kom. Nee, dus weet je, toen sprak ik haar. Maak en, hem niet te groot, hè? Hé, toen sprak ik haar. Ja. En net toen wilde ze een appartementje. Vintjes, joh. Echt. Kom, en toen wilde ze een appartementje. Kijk hier links, kijk hier links. Hier links is wat, zie je dat? Zie dus ja, nee, dus ja. Ik liep daar. Ja. Ze doen ook meteen, hè? Waar jullie hier? Oh, een rondje. Stil jongen, stil. Maar dan komt er weer, hè? Nou, dit is een lekker wijf, jongen. Hey, ongelooflijk, jongen. En die billen en... Neuken, joh, die billen en die kont, jongen. Hey. Ah. Dikke Sanka, zeker. Ongekend. Ja.
Ja, het is wel fijn dat je dingen kan bespreken zonder dat er een Maserati langs je rijdt. Of dat is geen Maserati, jongen. Dat is een Aston Martin. Ja, laat maar, joh. Echt. Moet ik je, kan ik je helpen? Kan ik jullie helpen? Nee, nou, wij lopen gewoon terug naar de occasion dealer. Oké, loop dan verder. Rijd dan door. Kom op, chop. Ik moet hier links in zijn, kom. Wat? Oh, u moet hier links zijn. Nou, ga maar. Kom, we gaan de andere kant op, Tuijn. Ja, ik mag eerst. Ja, hij moet daar zijn, zegt hij. Dus ja, dan lopen wij gewoon door, toch? Hij draait wijs. Yo, Johnny! Ja. Wacht even, Tuintje. We hebben een nieuwe vriend erbij, super tof. Leuk, lachen, gieren, brullen. Ja, we gaan nu wel terug, hè? Ja, tuurlijk gaan we terug. Kunnen we wel even gaan rennen als je wil? Nee, dat is kom, ga rennen. Nee, maakt niet uit. Mooi. Gasten, je is ziek groot. En je hebt, hoe heet het, hè? Je handen in je zij. Ja, weet ik. Bij de hand. Ja, gast, dit is wel. Waarom doen ze zo? Oh. Nou, kijk. Oh, we hebben een melding. Kijk even waar die is, dan gaan we erheen. Oh. Mensen paniek. Ja? Eentje is bij HQ en eentje is. Bij de occasion. Oké, top, gaan we daarheen. Ah, oh, dat is waarschijnlijk die Mercedes die naar zijn moer is. Even kijken. Oh, je bent mijn collega. Super tof, maat. Ja, alleen nog maar de Alma. Ik weet niet of ik Alma opzet. Misschien doe ik het voor de helft, weet je. Dan is het niet heel snel. De snelheid is niet heel erg weg. U doen, moet je mij apart spreken, of Ik had u... Ik had even jullie... Even 3 minuten, ja? Dat jaar. Hey jongen. Even snel, Harry. Ja, ik had eerst na de aanbeving haal ik hem zo uit de garage, dus... Oké. Okay. Wat is er aan de hand, Tuin? Ja, we hebben nog een melding op accuzo. Ja, open. Oké, okay. Nou ja, we kunnen maar één ding tegelijk, hè. Even kijken, dit is uw voertuig, meneer. Ja, zo haal ik net uit de aanbeving, ik haal hem zo uit. Dus ja. Hij was net gerepareerd, maar ja. Ah, oké. Okay. Maar ja, heeft u daar nog een bonnetje van dan? Ik heb voor mij het interview dat gedaan. Dat, ja, dat vind ik een beetje lullig als we dat... Oké, nou ja, het kan zijn dat meneer zijn bonnetjes kwijt geraakt, dan kunnen we opnieuw rekenen. Ja, ik ben zijn bonnetje dan maar. Dat was een flinke namelijk wel. Ja. Nou, oké. Okay. Nee, ja, we zijn terug in de tijd. Ik voel het al. Ik zal even koelstof bijvullen ondertussen. Ik schijn even een lichtje bij, maatje, want het is... meneer, wilt u een klein beetje afstand bewaren? Ja, tuurlijk. Het is nog steeds een beetje, hè? De griep beheerst nog steeds, zeg maar. Ja, precies. Even kijken, ja. Daar links moet je ook nog even checken, maat. Ja, ik denk dat dit, links. Ja, alles zit alweer netjes vast. Hij is sowieso verhit, Je kan gewoon opschuiven naar links, hè? Ja, dat kan niet. Ja, dat kan zeker wel. Kijk. Even kijken of die start. Ik was hem, als hij zo meteen, ik was hem wel even voor je. Dan moet jij instappen, dat werkt. Ja, wacht even. Zo. Ja, iedereen mag er weer nog. Ah, zit wel lekker hoor, hè? Godverdikkie. Hey, super bedankt. Ik rijd de auto vast even starten. Gewoon er even een doekje in de garage moeten zetten dan, dat hij niet echt weer kapot eruit komt. Denk om de afstand, hè, meneer? Ja, ik wist niet dat we hier ook corona hadden. Wat zei je? De 31 hier, waar is hij erin? Nee, dat is juist mooi. Dus ik heb het heeft u 17 en 18 staan. Heeft u misschien een broodje voor me? Er staat een man van de week, als het goed is. Ja? Die, nou, als je mij een broodje geeft, dan ben ik weer gered. Alsjeblieft. Dankjewel, jongen. Maar het is ook een beetje verstandig om dan zelf ook de melding op te pakken, hè? Wat zei je? Dan ook een beetje verstandig om zelf de melding op te pakken. Wij zijn bij een melding. Wij 17, 18 draaien continu meldingen over. Hey, Tuin. Ja, wat loopt hij nou te zeggen dat we geen meldingen pakken, joh? Rustig. Ja. Goed. Hey, let even... Droom je wel eens van een dik salaris? Nou, ja, droom je wel eens van een dik salaris? Kom bij de AMB. Ja, het verdient wel lekker, hè? Ja hoor, zeker. Ah, ik heb vooral veel schik en dat vind ik belangrijker als verdienen, maat.
Ja. Nee, wat hebben we te doen bij HQ dan? Ja, dat was een melding, maar of je even wil vragen aan Joey of hij hem pakt. Ja. Hier de 17 voor Joey. Ja, dat hebben we bereikt. Heb jij de melding van HQ genomen? Ik ben nog niet helemaal in dienst. Ik was eigenlijk van plan om eerst even te gaan eten. Oké, nou prima. Pakken wij hem over, wij rijden dan naar HQ toe. Nou, rij maar lekker daarheen. Heb jij nog broodjes en drinken in je koffer zitten of niet? Heel weinig. Hey, dat vroeg ik niet. Anders moeten we zo... Oh, wacht even. Nee, we kunnen op HQ hebben ze nog een broodje liggen. Ja? Ja, zeker. Ja, het is... hij zal binnen willen. Dat denk ik. Ja, hij zal. Dat ben ik 100% zeker. Stop hoor. Ja, top. Jij hem? Of ik? Nee, ik moet eerst even een broodje pakken. We doen nog gewoon met z'n tweeën. Dan ga ik wel even oatsen, heb ik dan. Gewoon even met z'n tweeën. Hey, goeiedag. Hallo. Als ik het goed heb... Mag ik u wat vragen? Ja. Waar kan ik mijn broodje vinden? In waar je ook je kistjes pakt. Oké, okay, ga even kijken. Hierdoor. Oh, hier al. Ja. En hoe doe ik dat dan? Oh, kijk, gewoon zo. Oh, ik neem er gewoon 5, joh. Ik neem 5 broodjes. En flesjes water neem ik er ook 5. Top. Nou, weet je, als ik dat nou nu meteen neem, dan vergeet ik dat ook niet meer. Even lekker een broodje nemen, hamburgertje gebruiken. Ja. Weet je, ik heb al een paar keer gehad, tiefde ik in één keer in elkaar, weet je wel. Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Een flesje water, 2 stuks, atsiklatsie. Helemaal top, deze halen we weg. Pakken en dan even een lakzetje erbij en dan moet je het zo doen, ja? Ja, ik moet wel even erbij zeggen, het is wel 24 karaat schoot de lak. Dus jullie daar een speciaal component voor hebben. Nou, ik denk dat dat vooral gewoon voor jou een... ja, basiskleurtje wordt en dan laat er ook spuiten, vriendin. Dat denk ik. Oké. Okay. Ik kan wel even kijken wat ik kan doen. Nou, of je moet mixen, dat kunnen we, ja, dat is wel een soort. Nou, ik heb een microfacial doekje heb ik wel in mijn auto liggen. We kunnen even in ieder geval kijken wat we daarmee kunnen doen met een polletje. Ja. Ja, als je dan een momentje hebt. Ga ik pas de koplamp doen en dan als jij dat pakt. Ja, ik rij even het busje naar binnen, want anders dan moet ik 6 keer heen en weer lopen. Nou, we gaan eens even kijken of we die auto een beetje op kunnen kalafaten. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar ik rijd in ieder geval het busje even naar binnen. Nou, Harry doet alles op zijn gemak hier. Geen haast, geen stress. Ik bedoel, als ik vanavond naar huis ga, dan moet ik mij dan ook wel lekker voelen. Eens even kijken. Oh, ik weet niet wat dat was, maar... pas op hoor, meneer. Ik kan maar even uitduiken. Ja. Zo. Bediening. Harry, had jij nog wat gevonden? Heb ik ergens naar gekeken? Dat weet ik niet. We hebben alles hier toch liggen? Nou, ik heb mijn microvezel doekje voor deze lak heb ik achter in mijn voertuig. Ik ga even de bumper uitdeven. Eens even kijken. Ik weet niet. Lekker op poetsen. Ja, ik ga mijn best doen, jongen. Vooral niet instappen? Nee, zeker. Nee. Ik doe alleen maar het buitenkantje. Hier ook eventjes, want het randje was helemaal... Eens even kijken, hoor. Hier eventjes. Ja, bijna alles hoe net is. Ja, dat kom, gaat wel goed, hoor. Ik moet mee doen. Hé. Hey. We zijn even bezig met mijn auto. Zeg je nou hey? Dat is een car was, kom.
Ik ben geen hond. Nee, hey, hij is geen car washing doen. Godverdikke man, wat is er met je auto? Mooi maken. Oh. Het is 24 graden overal dus, zit. Ik zie hier een stukje uit. Een stukje? Je mist de hele koplamp, man. Hey, dit moet ik even met z'n tweeën doen, want ik heb zomaar het idee en het vermoeden dat er wel wat aan de hand is. Als je een momentje hebt. Collega. Wij moeten zometeen even die Austin moeten we doen. Ik ga hem alvast eventjes uitlezen. Austin? Austin Martin, toch? Die 300 voor je, ja? Ja. Austin Martin. Dat is net hoe je het noemt. Dat was lang gegeten. Dat een Belg mij corrigeert. Hey. Dat is wel godverdomme ook wat. Yo, Mr. Snoopy, super tof voor je follow, maatje. Je hoort erbij, vriendjes. Lekker hoor. Dan zal ik vanavond eens even kijken als mijn maat. Even kijken, even. Eta. Oh. Kut. Die. Speciale lak kan bestellen voor mijn auto. Ik was hem eigenlijk kwijt, die stekker, maar we gaan gewoon door waar we gebleven waren. Ja, maar dat zat hier op voorraad dan een beetje. Ja, dat kan ook. Maar dan moet je even bij de baas en daar kan je ook voor hebben. Ja. Eens even kijken. Hey, 17, ik ga even naar de laatste melding. We moeten deze even samen doen, lieve schat. Je hebt al gezegd dat ik onderweg ben. Je stapt ook in mijn bus. Ah, onze bus. Nee, mijn bus. Ja, wat heb je hier mijn hulp voor nodig dan? Ja, we moeten even een koplampje regelen. Ja, die heb je hier zelf liggen. Dat snap ik, maar als je hem nou pakt, dan kunnen we samen toch heen. Eén team, één taak, maat. Nice. Ik zal hem even pakken. Eens even kijken. Ja, nou, er staan voor de rest geen storing in. Hij zit in het kistje, maat. Ja, topper. Ik zet busje. Hey, wil jij? Ja. Oh, jammer, anders had je het kapje even open kunnen doen. Dan mag je niks open. Die motorkapje even omhoog, lekker hoor. Was jij net niet bij occasion? Wat? Was jij net niet bij de occasion? Nah. Hij heeft ook wat lakschade, hè? Zou ik de lak pakken? Ja, pak jij de lak, pak ik een koplampje. Yo, Gamehawk, super tof, heel follow maat. Je hoort er ook bij de vriendenclubpie. Super tof. Wat? Nou, dat we geen deze kleur lak hebben. Deze? Ja, die kleur hebben we echt niet. Ja, het is een beetje, ja, misschien dat we blauw hebben, maar ja. Het is een beetje aubergine paars is dit, hè? Aubergine paars? Ja. Niks met paars te maken, die kleur. Wat is dit dan voor kleur? Blauw. Blauw? Oké. Ik weet niet. Waar zit je paars? Nou, ik zie een beetje paarse gloed, toch? Begin jij met repareren? Paars is niet meteen lelijk, toch? Hey, niet zo achter me aankomen, kerel. Oké, wacht, nou ben ik helemaal klaar met je. Ik heb hier een pilonnetje staan, meneer. Dat is de corona-pilon. Ik wil niet zeggen dat de corona is, maar dat geeft mij wel de gelegenheid om even netjes te werken aan uw auto. Hier met de pilon, hé. Hier. Elk rondje is anders, hoor. Als je... Hier. Hou maar weg, Harry. Ik maak los. Ik ga voor uw auto maken, meneer, want we blijven even goede vrienden. Nee, niet doen. Ik ben net ingestapt. Oh, nou, regel jij het even. Dan probeer ik iedereen op afstand te houden hier ook. Probeer nou eens een stapje opzij te doen, lieve schat. Dat kan niet, kijk maar. Oh, je kan wel een beetje als het past bewegen, maar dan hoef je niet zoveel te doen. Ik kan dit doen. Lekker met kantje biebelen. Met die kant biebelen, G. Nee, dat is wel leuk, man. Even kijken, we gaan... Hey, die laatste melding, weet maak je wat jij de was? Factuur even af? Ja, we zijn al onderweg. Ja, we zijn onderweg. Hey, heeft u een abonnement, meneer? Nee. Ik heb geen abonnement. Nee. Wil jij er even nog een doekje overheen gooien, over die auto? Wat is dit nou weer van onzin? Ah ja, gewoon nog een keer. Klein moment, meneer. Ik pak even een prijslijstje erbij. Ik weet niet eens wat we gedaan hebben. Ah, ik maak er gewoon wat moois van, joh. Even kijken. Lampen, deuren, krassen, motorkappie, spuiten overige onderdelen. Deuken, krassen, lampen. Hier, lampen. Nou, 50. Twee meitjes. Ja hoor.
Ja, ik kan wel voorrijkosten rekenen, meneer, maar dat zou niet reëel zijn. Dus weet je wat ik doe? Ik maak er 200 van. Vergeet de arbeidskosten niet. Oh ja, godverdomme, met z'n tweeën waren we. Welke voorrijkosten? Nee, hij luistert, hij luistert niet. Aha. Ja, goed, toevallig hier wat op kopen. Nee, ik kom op 300 uit, man. Voor de rest niet. Wat? Ja, wat? 300. 300 voor de dingen, voor de kosten. Ja. Ja, maar wil niemand hem kopen? Ja, is... Nee, ja, juist wel, want hij is schoongemaakt, nieuw koplampje shit, erin. Ja, zijn we nog vrienden? Stap in, Harry. Dankjewel, jongen. Rustig aan, hè. Hé, hey, was die man uitgeslapen vanmorgen? Wat een fucking ventje, joh. Echt. Grote bek. Hij had echt wel een grote bek, hoor. Let er even op wat je zegt. Hé, hey, wat? Nee, omdat mijn rode bolletje staat aan, hè. Aha. Dat mag, hoor, volgens de wet. Ja, dat snap ik, maar dan moeten we het even wat netter voor worden. Hij had een grote mond, weet je. Dat is... Ja, dat maakt me niet echt vrolijk. Dat is hetzelfde met kut en anus en weet ik veel wat. Vingeren, goed. En vingeren, ja. Duidelijk. Dat is niet altijd gepast, weet je wel. Ja, hey, oh, jij bent echt... Oh, ja, want hij gaat wel eens naar links. Ja, jij gaat er rechts voorbij, dat mag toch ook niet? Volgens mijn wet wel. Jouw wet, ja. Jouw wet is geen wet, even kijken. Dikke waggie, hè? Maar, dikke waggie. Waar moeten wij heen? Oh, hier, oh joh. Nou. Oh god, oh god. Hallo, goedemiddag, avond. Hoe maakt u het? Oh, goed hoor. Ja? Ja. Nou, blijkbaar niet. Hey, wat is er gebeurd? Probeer je verhaal even... Ja, ik denk dat ik tegen een paal zou gaan rijden. U denkt? Oké. Okay. Ja. Ben jij rijbewijs wel? Ja. Is dit uw voertuig? Waarom rijd ik anders mee? Nou ja, ik zeg niet dat u verdacht bent van iets. Ik vraag alleen of het uw voertuig is. Ja, dat is mijn voertuig. Oké, okay, nou ja. Hé, kan je mij een beetje uitleggen wat er gebeurd is? Je zegt dat je denkt dat je een paaltje geraakt hebt, maar is ja, iets... Ja, en toen rookte de motor. Oh, oké. Okay. Maar heeft u dan het paaltje ook daadwerkelijk geraakt? Of denkt u dat u het paaltje geraakt heeft? Ik heb het paaltje geraakt. Oh, oké, okay. Toen begon je niet te roken. Ja. Oké, okay, nou top, dan gaan we daar even naar kijken. Geen bandenlek? Nope. Ik zal hem even kleiner maken. Oh ja. Tegen paas zijn rijdt op de banden niet. Hey, als jij even je dingetje pakt, ik moet even één dingetje aanpassen, maat. Even kijken hoor. Hoe kan dat nou te groot staan dan, joh? Hier. Oh, dat is millimeterwerk. Waarom staat dat? Is dat nou verpest dan, joh? Je hebt wel redelijke bumperschade. Maar het is in jou. Nou, kijk, geregeld. Het is niet helemaal nog. Even kijken. Zo, ik vind het helemaal mooi. Toppetje, kijk, jongens. Koolstof zit goed. Bedankt voor hoe noem je dat? Ja. Ik zie verder geen hefschade. Zeg hem wel. Heb je wel geluk mee? Ik zie wel dat je oliepeil heel laag is. Dat kan dus zijn waardoor je motor. Kunnen jullie precies zien wanneer ik niet gevreten heb? Misschien dat er zelfs een lek in zit. Dat weet ik niet zeker. Harry, kun je even kijken? Dat er wat? Een olielek volgens mij. Pik, pas op jongen! Je bent die pilonnetjes vergeten, gek! Oh, kut. Leven is gevaarlijk, man! Nou, wij hebben bij de AMB nog geen, noem je dat? Oh, blijf open. Even kijken of... Nou, laat maar zitten. Nou, geen zin in. Moet hem even, heb je hem uitgelezen? Ik heb even gekeken, maar zijn oliepeil is heel laag. Oh. Ja, maar hij heeft wat geraakt, toch? Ja, maar... Als je iets raakt, heb je schade. Nee, dat, kijk maar, dat valt dus mee. Als je goed kijkt, ik heb geen zaklamp, maar kijk naar de radiator. Is intact, zijn bumper is intact. Meneer, even een klein beetje afstand.
koelslangetjes zijn intact. Ja. Oh ja, ja, ja. Precies zijn in de noorden. Ja, nou weet je. Het enige wat ik zie is dat zijn oliepeil laag is. En als er te weinig is, dan kan die ook gaan roken, toch? Is het, heb je al onder zijn auto gekeken? Even kijken of we hier tussendoor kunnen kijken. Even kijken hoor. Ja, ik schijn even een lampje erbij. Ik zie geen lek. Nee, maar ook geen schade. Heb je niet, Nee, ja, wat krasjes van steentjes, maar... Wacht even. Blijf eens liggen. Dan start ik de auto even. Proberen. Weet niet of die start. Even wachten. Nee, de start-stop is ook niet... Start, nee, check. wacht even. Doet hij wat? Nee, hè? Nee. Hij heeft nog sluiting gemaakt. Wel contact komen, hoor. Hij heeft wel sluiting gemaakt, denk ik, of niet? Ik weet niet. Ja, ik zie dat... Olie. We gaan eerst even olie bijvullen. Even kijken of het werkt. Ja. Zit dat hier? Ja. Nou ja, die poging kun je trachten natuurlijk of er daar nog een busje in zit. Ik heb alleen kroonolie, geloof ik. Dat is prima, toch? Ja, hoor. Ah, gaat gewoon 5W30 in, joh. Niks, Maar gooi er wat olie in, zodat hij weer... Nou ja, meneer, als we verkeerde olie erin gooien, dan loopt hij niet zo lekker, hè. Weet je wel, ik schijn even een lichtje op je, maar weet je wat er ook wel eens wordt gezegd? Schijn een lichtje op mij. Er wordt wel eens gezegd of gevraagd, kan het kwaad als dit lampje brandt? Maar ja, het lampje brandt niet voor jouw lul. Dus ik zeg altijd, goed is het niet. En dan kunnen ze er ook nooit op terugvallen. En dan staat die vent morgen bij ons van... ja, maar jij hebt die olie erin geflikkerd. Nou, volgens mij werkt het wel, hoor, Pik. Ja? We gaan even kijken of die staat. Ah, nee. Heb je die motorfluss erin gegooid? Oh, god. Heb je die motor... Het werkte niet. Oh. Moet ik even kijken? Ja, gooi jij die andere olie er even in? Dan laat ik deze wel leeglopen. Nou, wacht even. Ik moet even... Instappen. Nou, ik loop even daarheen sowieso. Nou, ik zie geen lek hoor. Ik vind het heel bijzonder. Hoe is het nou? Ah, ik denk dat hij even een privé belletje aan het doen is. Een privé trekje. Ezeltje, trekje. Ik moet even... Pak eens die andere olie dan. Ja, ik moet toch even wat uit de bus pakken, joh. Wat gebeurt hier nou, joh? Even wachten. We're still on for tonight. It's gonna be killer. Volgens mij is het deze, ja. Hey, stap uit. Goed zo. Even kijken, meneer, of ik die olie nog heb, hoor. Ga ik meer in gevangeniscel dan een ANWB-bussie? Wat zegt u? Ga ik meer in gevangenis dan een ANWB-bussie? Nou, we kunnen je ook meenemen, hoor, als je wil. Oh, shit. Hey, heb jij nog sleutel 13? In het kistje, als het goed is. Oh, moet ik even kijken. Nou, maar dit is geen gevangenisbusje, meneer. Oh. We kunnen u wel gevangen nemen, hoor. Want, Nee, dat hoeft niet. Oh, nou, pas maar op. Even kijken. Zie je hem liggen? Ik zie hem hier al. Ja, ik zie het kistje wel, maar hoe pak ik er iets uit dan? Nou, hij is open, hoor. Ik weet niet. Eens even kijken. Nou, wat ik denk te proberen, dat lukt niet. Heb jij een kistje bij je? Welk kistje? Een kistje? Ja. Nou ja, probeer maar wat. Ik schijn wel bij. We zijn al zo lang met die vent bezig dat ik hoef bijna niet eens meer een lampje bij te schijnen, joh. Ja, soms werkt het niet in één keer, hè, Harry? Even kijken. Pas op, dat is heet. Ja, dat weet ik ook wel, maar we moeten even, ja? Eens even kijken. Klein momentje geduld hoor, meneer. Ah, je bent lekker bezig, maatje. Nou, het zal hem bij voor de pik. Ik wil een klein duct tapeje om het... om de slang en dan hoop ik dat het opgelost is. Even kijken. Ja, nou probeer maar even, want het ziet er op zich wel goed uit. Het ziet er heel goed uit. Ja toch? Kijk, ja hoor, hij doet het weer.
Hey, uurtje factuurtje, we zijn met z'n tweeën. Voorrijkast, ja, die hebben we helaas ook. Ja, 100. En dan 2, ja, drie. Maar als jullie met z'n tweeën zijn, is die maar gewoon. Nee, maar nou, ja. één persoon. 200, even rekenen op moment. Ja. 10 komen we uit, meneer. Ja, een foutje is niet verplicht, hoor. Ja, oké, okay, nou hebben we de volgende melding en dan dankjewel melding. Jongens. Yo. Ik zei jongens, maar je bent alleen. Doe voorzichtig, hè. Ja. Volgende melding heb ik even bericht gestuurd. Hé, hey, deur dicht. Ons flikkert allemaal gereedschap eruit, joh. Yo, ga maar doen. Oh, ja. Kan jij even in de melding ANWB zetten, dat we de laatste nummer even... Welke is dat? De allerlaatste, letterlijk. Ik heb al gezegd dat we onderweg zijn. Dus. Ah, oké. Okay. Nou, ik ga even kijken. Moment. Pechpostbus.nl. Dat is de 427. De 278. 96. Ik moet hem er even bij zetten. Hé. Hey. Zijn tegen boomgebots heb ik niet. Ben jij er de hele avond bij? 682. Ja, als je het niet erg vindt. Nee, dat vind ik juist leuk, want ik ben er ook gaan. Ja, we moeten zometeen alleen even wat bespreken op de D-app. Wat dan? Ja, moeten we zometeen wat bespreken op de D-app en dan ga je zeggen wat dan. Ja. Nou, ik heb al 6 maanden een relatie met je moeder. Gel. Hé, hey, dat is aan de onderkant. Ja, dat zou heel goed kunnen. Nee, niet keren, gek! Ja. Nee. Ja, hierdoor, weet ik veel, dat is toch niet mijn probleem. Ga rechtsaf. Zet even een GPS'je dan maar, jongen. Ja. Gaat die keren, gek. Boeien. Nou, zoiets of zo. Hier, de oven. Weet je wat ik alleen nog mis? Dat moet ik nog even laten maken. Dus mijn zwaailamp op het dak. Welke? Ja, mijn zwaailamp op het dak, die doet het niet. Nou, deze. Ja, maar beginnen. Nee, dat snap ik. Maar er is wel eigenlijk iets wat... Oh, waar ga je nou heen? Oh ja. Het was hier links. Ja, klopt. De PostNL bus moet er naar kijken. Ik ga hem wel even bellen. Ik denk dat hij hier staat, eerlijk gezegd. Oh, dat zou ik wel kunnen. Ja. Ja. Kijk jongen, ben ik ook goed, hè? Ik ga hem bellen, let op. Ja, waar staat hij? Ah. Ja, waar sta je? Ik ga hem hier doen. Ik denk niet wat de fuck gaan ze doen. Hallo? Hey, je spreekt met Harry van de AMB. Ja? Hallo? Ja, nee, ja, je valt af en toe weg. Sta je onder de brug? Sorry. Ja, ik sta onder de brug. Oké, waar ben je? Ja, onder de brug. Ik heb net een AMB-bus zien langsrijden. Oh, ik zie hem, collega. Ja, we zien hem. Yo, we zijn er bijna. Oké, is goed. Yo. Oh, zag je niet staan. Yo. Deze moet even leuk doen. Kijk, zit hij op de grond. Hey, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Hey. Ja, we zagen je niet. Hey, mijn naam is Harry. Hallo, Harry. Mijn naam is Kenzo. Hey. Oh, hey, maar Kenzo. Even zonder gein. Je zat op de grond, dan staat hier gewoon een stoel. Ik heb die stoel beneden, ja, ik heb net ook op die andere stoel daar zo gezeten. Oké. Ik heb overal gezeten. Oké. Okay. Nou, hey, zie al een lekker band, ja, Harry. Hey, wat is er allemaal gebeurd? Ik ben eigenlijk ergens overheen gereden en toen heb ik een lekker band gekregen. Oké, nou, we gaan even het straatje afzetten. Ja, dat is goed. Ik pak wel even een pionnetje. Oh, ben jij dat? Nou, jij mag ook wel een pionnetje, maar ik zet even het busje hier van ons neer. Godverdomme!
Zet hem even hier. You dickhead. Ja, dickhead. Can you like move? Nee. Kijk, we moeten eventjes... Gooi even het klepje open. Oh, verkeerde, die... Ah, we zijn zo klaar, mevrouwtje. Rustig aan, hoor. Mevrouw. Meneer. Hey Harry, nou, pak meteen even een bandje mee dan. Bandje? Eens even kijken. De 1718 zijn bezig onder een brug met een PostNL bus. We zijn de enige twee. We zijn de enige twee, hoor ik net. collega? Ja, pak even een bandje, uitdeuksetje en een lampje. Dan hoef je niet heen en weer te lopen. Nee, ja, duidelijk. In een doosje kan wel. Oh, het is troep zwaar, zeg. Ah, meen je het nou? Doe even over niet, want dat ziet er ook niet uit. Oh, yo. Maar moet ik hem even neerzetten, dat hij niet in de weg staat? Een Viro? Ja, prima. Ja? Alsjeblieft, jongen. Zal ik hem even uitlezen? Ja, dan moet jij erin, hè. Wat ook van buiten, jawel, hè? Even wachten. Van buiten. Oh, die heb hij geplaatst, inderdaad. Vergeet niet je pilonnetje. Huh? Oh, oké, de voorkant kan niet op. Pilonnetjes staan al. Ja, weet ik, maar die is er eentje omgevallen. Waarom? Goed. Goed. Uitdrukzetje. Even kijken. Is het een beetje druk? Hoe bedoel je druk? Mijn pakket bezorgen? Ja. Ja, best wel druk op zich. Gaat best goed. Je moet even aan je baas vragen, een andere broek vragen, man. Of nieuwe sokken. Wacht, hoe? Zijn mijn sokken niet goed? Nee, je sokken zijn echt... Nee, oh ah. Wacht, ik moet hem even... Lukt het, maat? De band is aan, jong. God, sorry, pik. Jij moet even de band doen. Ik moet hem even... die ligt hier, ook. Snel, dat is mijn kar. Ja. Rechts voor. Rechts voor? Nee, dit is links voor. Rechts, dat is rechts, Muppet. Ja, jij zegt rechts voor. Ja, nou, hup. Oh, snel. Jezus. Zet die band erop. Ja, dan maar even zo. Goed zo. Oh. Ja, hij moet op. Kijk, top. Wat een topteam, hè, zijn wij. Yes. Ja, topteam, ik zie het gelijk. Oei. All right. Rustig, pas op. Ja, u kunt gewoon doorrijden, hoor, meneer. Gaat het? Ja, we hebben een nieuwe deur nodig. Oh, dan moet ik even kijken of we die zo hebben. Nou, dat kan ik je nu vertellen. Rij even achter ons aan naar het hart toe, dan. Gaan we doen. Was jij ook van die melding, of niet? Nee. Oei. Ja, dat was wel een melding voor jullie. Goedendag. Goed, je krijgt een factuurtje van me. Ja, dat is goed. Zie ik daar nu een deur liggen in dat busje van de AWB daar? Ja. Nee, negatief. Shit. Nee, die is van een E-klasse, man. Die past niet op deze. Ja, mag jij wel. Rij wel even naar hoofd. Ja, als jullie daarheen gaan, dan komen we daar zo meteen naartoe. En wel zonder maskertje. Oh, ja. Kusjes. Is goed. Oh, was het niet goed. Ja, dat is flinke, meneer. Dat is €500. Ja. Oh, wauw. Oké, okay, ja. Dat is goed. Ja, zal wel moeten, hè. Beter 500 dan niet te koop, hè? Ja. Helemaal goed. Nou, dan ga ik net even een dag wensen. Dan gaan wij snel naar de volgende. Yo, rustig aan, hè. Bedankt voor je belletje. Gaan. Volgende keer weer. Hoi. GPS staat als het goed is. Moment. Links. Naar links? Ja. Mijn grote kisten zijn op. Echt? Ik heb niks meer. Ja, we moeten even kijken wat we kunnen, anders heeft het weg. Nou ja, we zijn er in ieder geval geweest dan. Zullen we even een beetje tempo in gooien? Ja, ik moet wel nadat we naar de garage gaan even eten in mijn appartement. Ja, ga ik ook even eten. Het is al bijna 6:30. Ja, precies. Mijn maag begint te rommelen.
Nou, je kop zal het niet liggen, die is dik zat. Net zoals je kleine bloot. Hey, wat is jouw achternaam? Kuiper. Ja, dat snap ik. Ja. Is gewoon hetzelfde gewoon. Ja. Lekker dan. Oh, er staat niks. Nou, jammer joh, doei. Of hier binnen, wacht, ik kan. Stop, stop. Wat mij is? Stop. Wat mij is, zeg dat nou. Doe jij? Wat doe je? Nou, er is niks, we gaan naar HQ. Oh, dat We gaan gewoon daarheen. Ja. Ik dacht eerst die gasten in die C63 gaan ons rippen ofzo. Nou ja, rippen ze lekker. Ik deed van de week, werd er getoeterd, ik was binnen. Werd er getoeterd. Oh, snel! Hij stond op rood, joh. Nee, werd er getoeterd, dus ik heb met liefdadigheid door die deur open, trok meteen een wapen, gek. Ja? Ja. Voor wat, repair kit? Nee, ze hadden een jerrycan nodig. Dan maken ze drugs, maken ze drugs van ofzo. Echt? Ja. Oh. Het schijnt een of andere synthetische tering, zou je... dus dat kan je niet hier bij de pomp, dat is onlogisch. Sorry? Kan je toch gewoon bij de pomp kopen? Ja, weet ik veel. Hij vroeg een jerrycan nou. En die heb ik gegeven, ja, best netjes. Nou ja, nee, een gegeven, hè. Hey, het was mijn eerste werkminuut, gek. Ik zeg tegen hem, waar ben je mee bezig, pik? Ik zeg, ik heb niks. ik heb helemaal niks. Ik had ook niks. En toen moest Wilma, die moest een jerrycannetje afgeven. Maar ik ben er op zich wel goed van afgekomen, hoor. Ik heb geen trauma eraan overgehouden of zo. Ja, ik hou wel een trauma over als ik naast je zit, dus. Ja, dat kan ik me eigenlijk voorstellen. Leuk dat je het zelf zegt. Heel, net zoals vroeger, hè? Laat spreken we af. Hoe dan? Nou ja, we gaan zo even eten in het appartement. Ja, dan is het natuurlijk wel, Maar ja, ik ga gewoon weer de stad in, dus ik denk, 7 uur. Ja, oké. Nou, ik wil iets later, denk ik. Nou, hou wat. Nee, die jongens, die moeten wel hun maskertje af, hoor. Ja. Oh shit. Kijk, deur is dicht, dus ze moeten eerst betalen voordat ze. Zeg, kijken. Hey, fuck, dit team. Oh. Mijn deur! Tijn! Kut. Hey, anders gebruiken we deze deur voor die van hun. We hebben een deur meegenomen. Ja, kap maar. Nou, deze zetten we hier wel even neer, dan valt die deur ook niet op. Zo. Oh, nee joh, steviger maar. Kan die deur wel dicht? Ik denk het wel. Oh. Ja, het zegt alleen een deur. Ja. Hey, onze auto wordt gespoten daar. ja, nu nog niet hoor, maar. Hoe is het, mannen? Prima. Lekker man, ja? Met jou. Wat is er gebeurd? Ja, kijk, ik wou instappen en hij gaat... Ja, precies hetzelfde wat net bij jullie gebeurde. Oh. Ja. Ja. Ja, wij dachten, ik geef het voorbeeld even. Hoe het niet moet, zeg maar. Ja, nou, zijn we precies hetzelfde. Ja, iets te laat, ja. Hey, hebben we even... even kijken of we hem op voorraad hebben? Even een momentje. GT63S, recht voor de... Oh, jullie zijn geluk. Jullie hebben geluk, jongen. Ja? We hebben er nog één. Goh, wat een toeval zeg. En nu hopen dat hij nog zwart is. Goh. Dat zal 2 keer toeval op een rij zijn. Dat zo? Ja, dat hij beschikbaar is en dan ook nog eens in het zwart. Dat is 2 keer toeval. Ik leg hem even neer. Oeh, die is zwaar, Harry. Ja. Kan je even de boutjes die er nog in zitten eruit halen? Oh, krijg wat. Wacht even. Ga ik even instappen. Een vliegende AWB'er gezien. Hulpmiddelen. Ik pak even een grote kist, want ik heb geen idee wat er met het ding allemaal aan de hand is. Ik help wel even met het monteren van die deuren, maat. Ja, dan ga ik... Ja, natuurlijk. Pak ik hem vast.
En dan hoop ik dat het gaat lukken. Ja, goed zo. Even kijken. Ik zet hem nu op, ja? Ja, ja, we zijn bezig, hè? Bijna. En moedjes. Ja. Deze versteeksleutel. Je hoeft niet mee te helpen, hoor, met zijn kontje. Ja, nee, even een klein beetje afstand, mannen. Anders gaan we de coronapion neerzetten. Ja. Nee, de coronapion, die moet ik niet hebben. Net als je daarop moet zitten, ben je meteen zwanger, hoor. Even kijken. Zo. Heb je nou weer een spin? Ja, iets strakker, Harry. Kom op, Mietje. Oh, ja. Ja. Oh, wacht even. Oh, shit. Oh. Hou hem nou eens recht, joh, dat ding. Ja, hij is recht. Oké, okay, laatste draai. 1, 2. Nee. Hoppa. Ik moet hier nog even klopperen. Even wachten. Ja, bijna. Ja, bijna. Ja, kijk. Oh, nou, het past echt, jongen, als een ding in de weduwe. Het zit er niet eens in. Bij mij wel, hè. Helemaal niet. Ik zweer het. Er zit geen deur. Harry, we moeten nog een keer aandraaien, kom. Op mijn netvlies... Aandraaien die handel. Ik zal even komen kijken. Wacht even. Ja, hier zit hij nog los, ja. Ja, nou, ja. Ik doe de bovenkant nog even, jongens. Wacht even. Is goed. Nee. Nee. Oh. Een boutje. Ga weg. Ga weg uit mijn zone. Oh, shit. Ik ga dom op, man. Dit duurt lang, zeg. Ja, ik kan er wel niks aan doen. Oh. Afgelebberde boterham. Mason, vang me op. Mason, vang me op. Oh. Oh. Ja, je had nog net, ik vind hem mooi, hoor. Stap jij in? Nog niet. Ja, Poetje doen. Even poetje. Zal ik deze kant dan even doen? Kom dan. Hey, kom. Ja, godver, ik wou net weg. Nee, we gaan ook weg, hoor. Ja, ze kunnen hem bepallen. Kijk. Hey, wacht even. Ik moet even... Ja. Ik heb hem al schoongemaakt. Ja, maar deze kant nog niet, maat. Goed. Je mag de kosten doorschuiven naar de directeur Jos. Jos? Nee, ja. De rekening wordt gewoon opgemaakt. En jullie kunnen het natuurlijk daarna wel weer verhalen op Jos. Als Jos er zelf is. Ja. Is goed. Nee, moment. Ja, hij betaalt de rekening trouwens. De 100. Ek is dicht, jongens, dus doe wat je wil doen. Moet doen. Net was niet dicht. Klopt. Wordt 400, soms, meneer? Soms is het de omgekeerde wereld, hè? Soms wel. Alsjeblieft, dan ga ik even een dag wensen. Ga ik het hekje voor je maken. Dankjewel. Oké, als er jongens, even fijne dag nog. Als er de volgende keer wat is, roep dan even naar Tuijn en Harry Dekker. En dan komen we met spoed naar jullie toe. Hi, back, Harry. Is goed, jongens. Yo. Yo. Jij kan lopen. Collega? Ja? We gaan zometeen samen een broodje nuttigen. Hè? We gaan zometeen samen een broodje nuttigen. Nou ja, in zoverre, we gaan even naar kantoor hier. En dan is het einde verhaal. En dan zijn we er vanavond weer, hè? Yes. Hey, luister dan. Ik heb wel onwijs lekker gewerkt, ouwe. Ja, ik vond het weer heerlijk. Ja, het was echt weer als van ouds. Zoals vroeger, ja. Zoals vroeger, ja. Laat het vanavond... ik spreek je zo over op de D-app. Ja, en dan gaan we... Ja, dus ik ga even deze... Hallo? Godverdomme. Hè? Ja, ik stond al aan de andere kant van die deur, man. Ja, sorry. Hey, ik ga deze even afdingen. Dus als je eventjes niks meer zegt zometeen, dan spreek je zometeen op de D-app. Ja, dat gaan we dan. Ja, toppetje. En dan vanavond de dienst voortzetten. Ja, tuurlijk. Top. Lach hier de bril. Yo, ik ga choppen, doei. Yo, Wally. Super tof voor je follow en je hoort er weer bij. Hey, ik ga eventjes eten, jongens. Ik vond het in ieder geval super tof dat jullie erbij waren. Ik heb met Tuijn wel weer leuke RP'tjes neergezet. Ze worden eigenlijk altijd maar beter, weet je. Soms moet je even net in je rolletje komen. Net de juiste mensen kunnen. De ANWB is nu momenteel niet meer actief. Er is niemand meer in de stad aanwezig, volgens mij. Ja, behalve ik. Ik ga even soepie eten, denk ik. Of pannenkoeken. Ik weet nog niet of ik die keuze ga maken, maar ik ga in ieder geval even eten. En dan spreek ik jullie sowieso vanavond nog eventjes. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En tot de volgende ronde, jongens. Ik ga eventjes mijn standaard liedje er even ingooien voor jullie. Want
Dat doen we gewoon. Nou jongens. Oh, waar is hij? Hier al. Komt ie! La 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 la. Verzoekje doen, dan ben je mooi te laat. Zo meteen staan jullie allemaal buiten op de stoep. Want dit is wat ik nu tegen jullie roep. Doei, doei, houdoe, toedeledokie. De groeten thuis en tot het volgende feest. Doei, doei, houdoe, toedeledokie. En nou eruit, het is weer mooi geweest. Gaat ook niet door.